Wat kwamen jullie ons vertellen? Jeetje! Oh yeah! Alle BH! Fantastisch! Mijn haar is zo lang aan het worden. Welkom bij Iedereen Live, 14 mei. Ik ga weer zoals iedere week de wereld over. Te praten met Nederlanders die vastzitten of eigenlijk wel prima vinden om te blijven waar ze zitten en helemaal niet naar Nederland willen. Wie weet. Dus de wereld bij de blik. Is er nog iets gebeurd in de wereld sinds vorige week? Nou, nogal wat. Wel, het ministerie van Gezondheid in Rusland heeft mensen aangeraden onder lockdown niet langer dan 3 tot 10 minuten ruzie te maken met de familiegenoten. Het ministerie van Onderwijs voor Gezondheid in Frankrijk keurde een wetsvoorstel af die de liefde zou hebben toegevoegd aan de urgente kwesties die mensen toestaat meer dan 80 kilometer van huis te reizen. Het kamerlid dat de wetswijziging voorstelde, concludeerde daarop verontwaardigd dat de wet dus min of meer de liefde heeft verboden. Niet iets wat je licht moet opvatten in een land als Frankrijk. Met wie gaan wij praten? In ieder geval 5 mensen, dankzij het geweldige werk van Denise Jansen, redacteur van Iedereen Live. Maar u kunt zelf natuurlijk ook inbellen. Hield u vroeger van talkradio? Dit is nog veel leuker, want je ziet de hoofden van de mensen die praten en van de presentatoren. Misschien is dat minder leuk. Wij gaan de wereld rond. We beginnen in Spanje. Daarna gaan we nog naar Mallorca. Is eigenlijk ook gewoon Spanje, hè? Provenzano in Italië. Warschau, Paramaribo, Suriname. Maar dus zoals gezegd, eerst naar Alicante, naar Caroline Maas. Caroline, ben jij al achter de telefoon in jouw geval, hè? Het is Andalusië. Maar Andalusië. Ja, ik ben hier. Ja. Oh, niet Alicante. Nee, een uur onder Sevilla liggen wij. Hoe heet het waar je zit? Jerez de la Frontera, in Cádiz. Ah. Ja, ja, oh, dat is een uur onder Sevilla. Dat is veel langer, joh. Of gaat het over de snelweg? Nee, is echt een uur onder Sevilla. Met de auto gewoon. Oh, ik haal Valencia en Sevilla door elkaar. Een uur onder Sevilla. Maar Cádiz, dat is helemaal in het zuiden van Spanje, aan de kust. Ja, yes, wij zitten heel dicht bij het allerzuidelijkste puntje van Europa. Ja, hoe ben je daar beland? Ja, dat is eigenlijk met een omweg. Voor mijn liefde voor Cuba. Oh, leg uit. Ja. Ik ben veel in Cuba geweest en dat eiland heeft echt mijn hart gestolen. Maar om te wonen is dat natuurlijk een wat lastiger land. Dus toen kwam ik op een gegeven moment hier in de provincie. Eigenlijk kwam ik als eerste in Sevilla. En het gevoel is hier wel heel erg hetzelfde. Het komt natuurlijk ook wel omdat Spanjaarden geweest zijn die Cuba een beetje mee hebben wederopgebouwd. En het gevoel is heel erg vergelijkbaar. Dus die kleine, smalle straatjes hier en... Het Latijnse gevoel hebben we hier echt in de provincie Cádiz ook heel erg. Dus ik voel me hier gewoon thuis. En hoezo wederopgebouwd? De Spanjaarden waren toch gewoon de kolonisator van Cuba? Of heb ik me Ja, maar hebben daar dus bijvoorbeeld, als je kijkt naar de stad Havana, de boulevard van Havana heet de Malecón. En daar is een kopie geweest van Cádiz. Die hebben ze dus letterlijk nagebouwd van wat ze thuis misten. Ja, ja, en jij leerde al Spaans toen je daar in Cuba was? Ja, en al eerder ook in Peru. Ik heb altijd iets met Spaans gehad, moet ik zeggen. Oké, oké. Okay. Ja. En nu zit je dus vast. Want Spanje was natuurlijk een tijdje het epicentrum van de coronacrisis. Ja, dat was wel natuurlijk... Wat herinner je als het gruwelijkste moment? Wat was het? Wanneer zag je het echt niet meer zitten? Ja, dat valt gelukkig op zich hier in het zuiden helemaal wel mee. Want hier hebben ze het heel... Ja, hoewel er heel veel mensen tegen zijn en die zeggen allemaal dat het te laat is gereageerd... zijn ze hier in het zuiden toch best wel redelijk snel geweest. Madrid is natuurlijk het ergste geweest van heel Spanje. En ik denk nog steeds wel. Dus hier in het zuiden valt wel mee. Ja, het is gewoon een kwestie van... het ergste is dat je gewoon echt niks meer mocht. En dat voelt wel gewoon heel fout. Dat niet meer kan, dat je niks meer mag, nergens meer naartoe kan. Alles dicht is. Ja. Dat voelt tegennatuurlijk. En dan, zelf zit ik in Albanië, terwijl ik met je praat. Ook een land dat gebouwd is om buiten te zijn... Ja. Het land is nooit echt gebouwd, maar wel een land waar mensen leven alsof ze buiten zouden moeten zijn. Spanje is ook een beetje zo, toch? Ja, nou niet een beetje, heel erg. En het zuiden natuurlijk helemaal. Mensen, alle huizen zijn hier ook echt gebouwd op de warmte. En mensen blijven het liefst zo lang mogelijk buiten. In de winter zijn de huizen dus bijvoorbeeld ook echt heel koud. Want alles is marmer en dat de zon maar niet binnenkomt. Ja. Dus om binnen te zijn is hier niet zo fijn. Nou ben ik blij dat ik een huis heb en dus een patio en ik kan zelf gewoon naar buiten. Maar kan je er zijn heel veel... zien met je telefoon? Nou, het is nou vandaag toevallig niet de mooiste dag
om de patio te laten zien. Maar ik vind het wel leuk om even te laten zien. Ja. Want we hebben deze week, eigenlijk zouden we de mooiste week van het jaar hebben. Namelijk de Feria in Jerez. Ah, dus ik heb dat dus, thuis Feria is een carnaval, toch? Ja, nou ja, ja, een beetje wel. En ik zeg altijd gemixt culinair Eindhoven met carnaval. Ah, ja. Dus je kan overal eten. En, dus ik heb het thuis wel een beetje gecreëerd, maar we hebben al 2 dagen ontzettende regen. Ah. Dus het is een klein beetje verlept. Maar ja, de sfeer proberen we thuis er toch in te houden. Ja, en werken, wat deed je voor, wat had je, hoe verdiende je inkomen? Ja, gids. Ah. Dus, mijn werk is helemaal dood op dit moment. Voornamelijk voor de cruiseschepen die in Cadiz aankomen. En die komen nu dus gewoon niet. En we verwachten eigenlijk het hele jaar dat we geen werk zullen hebben op dat gebied. Dus, Oké, dus en ja, je zingt het nog wel even uit. Je hoeft niet te naar gelukkig Nederland. Wel. Mijn man werkt in de IT, heeft een eigen bedrijf. Wel recentelijk opgestart, maar op zich gaat dat gelukkig door. Nu meer mensen die thuis werken, dus er zijn ook echt veel meer mensen die... Die hebben computers nodig, laptops nodig, goede verbindingen. Hij helpt mensen met Zoom-problemen. Ja, bijvoorbeeld. Dus dat is wel heel erg handig. Ja. En ik heb gelukkig wat achter de hand. En dus op zich gaat het nu wel. En aan de andere kant is wat praktisch dat ik geen werk heb op dit moment. Want ik heb natuurlijk mijn zoontje van 18 thuis. Want die gaan waarschijnlijk tot en met september niet naar school. Nee. Dus nu tot eind juni moeten we in ieder geval les blijven geven. Ja. Na mij komt straks Nasmie Oral, of Oral zeg je. En Nasmie gaat met mensen praten over de positieve lessen van de corona. Heb jij ook daar iets mee gemaakt dat je denkt, nou, dat hadden we niet ontdekt zonder de corona? Nou, ik denk echt wel dat ik veel meer contact heb met buren. Nou, mijn directe buur had ik op zich wel contact mee, maar we wonen hier een heel leuk wijk. Ja, dat zie je nou natuurlijk niet zo goed, omdat we wel die luifel uit hebben. Maar daarachter die hek, daar zit ons zwembad, community zwembad. En daaromheen liggen dus allemaal huizen. En ik heb nu ook echt veel meer contact gehad met mensen die aan die andere kant wonen. Die we eigenlijk nooit zagen, want die waren altijd aan het werk en die waren altijd buiten. Dus die zag je gewoon niet zoveel. En ik heb nu wel veel meer contact. En gewoon thuis natuurlijk, ja, we hebben gelukkig een fijn huis, dus met de familie. We merken ook wel echt dat we missen dat we natuurlijk niet naar andere familieleden kunnen gaan. De Spaanse families zijn ontzettend groot. Maar we doen veel videobellen. Opa en oma hebben het zelfs geleerd. Dus dat is wel heel erg leuk. Mooi, mooi. Dank. Ja. Dank, Caroline. En nou ja, ik hoop dat je ooit weer op... Want je bent gids ook op cruises, begrijp ik, toch? Nou, niet op de cruise. Dus de cruiseschepen komen hier aan en dan doe ik dagtours. Ja. Ah. En ook bij Sherry Bodegas werk ik bij de leukste paardenstoeterij hier in de stad. Ook als gids. Dus ja, zodra het Spaans toerisme op gang komt, kan dat wel dan gelukkig weer. Maar buitenlandse toeristen zal even moeten wachten. Oké, dus het is echt wachten tot wanneer de toeristen weer aankomen. Dat zal een moment zijn, zeg, als de eerste boot weer in Cadiz vaart. Want het is een haven waar cruiseschepen in kunnen, hè? Dat is groot genoeg. Daar kunnen dan 7 schepen aanleggen tegelijkertijd. En wat is de verwachting nu op dit moment? Dus wanneer komt het eerste schip? Wij richten ons eigenlijk op dat het pas weer in 2021 uit op gang kan komen, want zelfs al zullen de grenzen opengaan, wij verwachten gewoon ook dat mensen niet meteen op vakantie willen gaan. Ten eerste, op dit moment is het natuurlijk de regel dat men hier aankomt en twee weken in quarantaine moet. Ja, dat gaat niet nog mis achter. Nee, er valt gewoon even wat water naar beneden van. Oké, oké. Niks dat valt mee. Ik ga even naar binnen weer. Ja. Voor Spaanse begrippen woon je nog best ruim, toch? Of ja, ik heb wel, daar ben ik wel echt heel blij mee. Ik heb een beetje een Nederlandse instelling daarmee gehad. Ook dat ik toch echt graag een huis wilde en geen appartement. En daar ben ik nu extra dankbaar voor, moet ik zeggen. Ja. Oké, dus jullie verwachten pas in 2021 het eerste grote schip in de haven van Cadiz. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat is heftig. Ja, dat is best wel heftig. Ja, oké. Nou ja, we zitten een beetje in dezelfde situatie gewoon qua lockdown. Maar ook bij jullie wordt het nu iets makkelijker, hè? Ik geloof dat ik binnenkort naar de kapper mag. Ik ben blij mee. Nou, mijn man en mijn zoontje zijn gisteren gegaan, gelukkig. Kijk. Dus dat was wel weer nodig, ja. Maar barretjes zouden nu met een terras open mogen. Maar bijvoorbeeld, we hebben heel veel barretjes hier in de buurt die eigenlijk niet zo heel groot terras hebben. Dus die zeggen ook, ja, dat is helemaal niet interessant. Als ik maar 50% mag opengooien alleen van mijn terras, dan haal ik gewoon zelfs de kosten niet eens met één ober en een kok. Dan houdt het al op. Ja.
Dus we wachten gewoon rustig af. En meer kunnen we niet doen. We maken er thuis het beste van. Wat ik al zei, we hebben feria thuis, dus dat is ook wel gezellig. Ja, ja. Ik geloof dat... heel veel dank dat je in de uitzending wilde komen. Graag gedaan. En, heel erg leuk dat jullie me contact hebben. Ja, ja, ja. En ook mensen die kijken en die willen 0850600345. Ik lees het net mee met het scherm. Dank. En dan gaan we volgens mij niet heel ver weg naar het noorden. Tot ziens, Caroline. Sorry. Tot ziens. Doei. We gaan naar een mooi plek in Italië. In de buurt van Venetië. Richting Kroatië. Provezzano. Want daar is Karzin. Karzin van Kessel. Ja. Hallo. Ja. Ja. Mevrouw van Kessel. Hoi. Ja, u kunt mij zien. Ik kan u ook zien. Ik kan u nog niet zien bewegen, maar dat gaat misschien komen. Ik zie je wel. Ja, en ik kan u horen. Dus dat is toch al... Ja, ik zie eigenlijk alleen uw gezicht. En dat wordt altijd net gevangen op het moment dat u zelf misschien denkt... Ik hoor mezelf ook heel graag een echo. Daarom ben ik even opgehouden met praten. Misschien. Moet nog heel even iemand... Martinus, is het goed dat jij nog even met mevrouw van Kessel de techniek doorneemt? Zeker als er een andere gast al is. En dan komen we straks terug naar Provezzano. Ik weet niet of dat kan. Nee. Nou, we proberen het gewoon. Mag ik u vragen? Hoe bent u... U bent al 15 jaar geleden in Italië beland. Ja, kun je mij goed horen, Pieter? Ik kan u wel horen, ja, dat is het. Alleen, het is een beetje radio nu. Dat is ook goed. Nu is mijn vraag, ja, hoe bent u ooit in Italië beland? Door mijn man. Die was Italiaan. En we zijn 24 jaar geleden bij elkaar gekomen. Door onze dochters, zijn dochter en mijn dochter, die hebben ons gekoppeld. En de klik was er. Bij de groenteafdeling in Albert Heijn. Ah. En zo is het begonnen. In Nederland dus. Ja. En we zijn 24 jaar bij elkaar geweest. En 15 jaar geleden hebben wij een huis gekocht in Provezzano. Daar kwam hij vandaan. En dat was zo'n mooi groot huis. Dat wij na zijn pensionering daar graag wilden gaan wonen. En... Want uw man was Italiaan. Ja, die was Italiaan. Ja. En onze oude dag slijten. En voor mij was het nog een leuke uitdaging om daar een heel kleinschalig, laagdrempelig bed and breakfast te beginnen. Maar, en dat is gelukt. Helaas heeft het niet zo. En dat is gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Het heeft geen kans gekregen. En hoe lang heeft u daarover gedaan, dat verbouwen van uw huis? Dat hebben wij in de vakanties gedaan. Kijk. Ieder jaar in de zomervakantie gingen we daar naar. En dan gingen we verder met waar we gebleven waren. En dan een keuken erin, dan een nieuwe vloer erin. En dan boven en dan beneden. En zo hebben we dat in 15 jaar opgeknapt met hard werken. Want hard werken. En het huis is af. Dus ja. En het huis is af. Nee, is nog niet helemaal af. We zijn er niet meer naartoe gekomen, want we zijn geëmigreerd en geremigreerd. En eigenlijk werd hij ziek. Ja. En het had gewoon geen kans van slagen meer. En u spreekt in de verleden tijd. Is uw man inmiddels overleden? Mijn man is in februari overleden. Binnen 8 weken was hij werd ziek in december. En dat ging heel snel. En toen is hij overleden op 25 februari. En toen was de familie hier. En die gingen na 5 dagen weer weg. Want die moesten weg. En, ja, dat is een vreselijk verhaal. Dus het is eind februari. Ja. En... daarna kwam ik 8 weken moederziel alleen te zitten in Provezzano. Ja. En 1 keer in de week werd ik opgehaald om even wat boodschapjes te doen.
En daarna werd ik weer afgeleverd. Want ja, wij mochten niet op straat, je mocht er niet uit. Je moest binnen blijven. Kon geen... Ja. En ja. Wat vreselijk. Ik heb het er eigenlijk eventjes een beetje over. Dat kan ik me heel goed voorstellen, mevrouw Kessel. En ik, mag ik u ook vragen, hoe is het nog gelukt om uw man te begraven, ondanks de lockdown? Nou, nog net. Nog net. Er mocht nog een handjevol familie bij in de kerk. En op de begraafplaats mocht. Nou ja, dat werd oogluikend en dan nog een beetje toegelaten, maar liever niet. Maar dat was eigenlijk. Het kon eigenlijk niet meer. Nee. En de kerk was zo goed als leeg. Alleen met eigen kinderen en familie. Ja. Ja. Maar ja. Dus, toen kwam ik dus echt moederziel alleen te zitten. En ja. Dat gaat er eigenlijk verhaal. Een beetje te veel in. Heftig verhaal. En nu zit u daar dus ook alleen in Provenzano. Ja. En mag ik vragen wat uw plannen zijn voor de toekomst? Die heb ik niet meer. Nee. U wilt daar blijven of terug naar Nederland? Nee, ik moet terug naar Nederland. Mijn dochter is daar. Mijn kleindochter is daar. En mijn leven hier is klaar. Want ik ben niet capabel genoeg in de taal en om dingen te regelen bij instanties. En het gaat hier helemaal anders dan in Nederland. Ja. En dan moet ik altijd een beroep doen op andere mensen. En dat gaat hem gewoon niet worden. En ja, de financiën zijn natuurlijk ook ingetrokken vanuit Nederland. Dus dat is gewoon, dat huis dat moet zo snel mogelijk weg. Ah, duidelijk. Het huis, ja. Ja. Oh, daar kunnen wij misschien. Ik zal even met talent als makelaar nu aanspreken. U kunt mij wel zien, hè? Het is dus een huis in Provenzano. Het is groot, begrijp ik. Het is mooi. Als mensen het willen kopen. Ah, een foto van het huis zelfs. Kijk, iedereen live staat voor niets. Dit is een huis in Provenzano. Ik kan u vertellen dat het een hele interessante regio is. Je bent ook zo in Kroatië. Zo in Venetië. Mag ik zeggen, als iemand geïnteresseerd is, kunnen ze dan contact met u opnemen? Of met een familielid van u? Met mijn dochter. En ik geloof dat mijn dochter een speciaal e-mailadres gegeven heeft. Perfect. Nou, of we kunnen dat e-mailadres nu even in beeld brengen. Als dat niet lukt, kunt u WhatsAppen naar 085-060-0345. Ja, het staat ook onder in beeld, hè, hier, voor iedereen die kijkt. Ik kan u nog steeds niet in bewegend beeld zien, maar dat is helemaal niet erg. Het verhaal is wel heel helder. En een tragisch verhaal. Ik hoop van harte dat u weer goed aankomt in Nederland en dat er een koper komt voor uw huis, die daar ook lekker veel voor wil betalen. Het zou terecht zijn. Ja, fijn. Dank u wel. Mevrouw van Kessel, tot ziens. Eén moment. Gaat uw gang, sorry. Nee, het is goed. Nou, wat ik wel even wil zeggen, dat ik ben vorige week hebben ze mij uit mijn huis gehaald. Omdat ik te veel alleen ben geweest, logeer ik nu bij mijn nicht en een oude tante. En die ontfermen zich over mij. En dat wou ik wel even gezegd hebben. Ja, dat is ontzettend goed om te horen. Ik ben nu niet in mijn eigen huis, maar... Nee. Nee, anders zou je daar ook alleen zijn in dat gigantische huis. Ja, dat is niet goed. Nee. Maar in ieder geval, zo zit het in elkaar. En ik hoop dat ik zo snel mogelijk weer naar Nederland kan. Ik ben ontzettend blij en erkentelijk dat u in de uitzending wilde komen. Hartelijk dank. Okay, tot ziens. Ja, ik zeg even gedag, ook omdat we hadden natuurlijk veel langer kunnen praten, maar het beeld beweegt niet. Alleen ik bewoog. Ik ben er nog steeds, ik beweeg nog steeds. Maar is al, want ik begrijp dat we ook naar Anita Dix in Suriname gaan. Anita Dix zit in Suriname. Goed. Kijk, dat uurtje in de week dat we over de hele wereld gaan, vergt nog iets meer van ons natuurlijk technisch dan gewoon in Nederland praten. Albanië gaat fantastisch. Ik zal even laten zien hoe ik er hierbij zit. Want dan wachten we tegelijkertijd op Anita Dix. Oh, ik moet natuurlijk wel met de koptelefoon lopen, hè?
Dit is de tuin. Ik hoop dat hij een beetje doorkomt. Het leven komt langzamerhand weer op gang in Albanië. Heel langzaam hoor. Maar over 2 weken mogen de cafés misschien weer open. Nou, dat zal alles veranderen. Net als in Spanje als Italië. We zijn eigenlijk een beetje hetzelfde meegegaan. Ja, jullie zagen de tuin en jullie zagen ook de vlaggen. Hè? Vlaggen, 1 vlag, 2 vlaggen. Ja. Want zoals bij iedere Nederlandse residentie hangt de Nederlandse vlag, dat begrijpen jullie, maar ook de Europese vlag. Laat het Geert Wilders niet horen, hoewel hij dat natuurlijk wel weet. De oude cynicus weet prima dat we lid van de EU zijn en hopelijk ook zullen blijven. Maar goed, dat is aan een ieder die iedere burger in Nederland kan zijn eigen opvatting over hebben. En dus, omdat Suriname nog een beetje lastig is, gaan we naar Polen. In Polen zit Remco. Remco zit echt al volgens mij vanaf zijn geboorte in Polen. Dat is niet helemaal waar, maar moet je zelf maar vertellen. Remco komt uit Leiden, is helemaal vergroeid met Polen. Is daar advocaat. En hopelijk hoort hij mij al. En Polen is natuurlijk interessant, omdat corona daar de politiek echt helemaal overhoop heeft gehaald. Ik geloof dat er zouden presidentsverkiezingen komen. Die komen nu wel, of toch niet, of toch weer wel. Nou, ik hoop dat Remco dat wil uitleggen. Ik hoor je, maar ik kan de camera niet omgedraaid krijgen. Oh, wat grappig. Ik hoor jou ook perfect, overigens. Dus op zich is dat prima. De camera van je telefoon of van je computer? Van mijn computer. Oh, van je telefoon. Dat zit vaak wel gewoon. Er zit zo'n knopje op, hè? Dat je dus. Je moet hem op dezelfde stand zetten. Maar dat zie ik hier niet. Ik ga het even op de telefoon proberen. Ja. Ja, doe maar hoor. Ik praat gewoon. Probeer het vol te praten. Hoewel ik eerlijk gezegd, ik heb 4 jaar in Polen gewoond. Maar ik volg het nieuws niet meer. Dat zegt iets over hoe mensen ten opzichte van Polen staan vaak. Dus ik heb geen flauw idee. Ik weet, ik ben nu zelf in beeld, dat de president is van de regeringspartij. De regeringspartij wil dat hij herkozen wordt. En die zeiden dus, die verkiezingen gaan gewoon door. Ook al is er corona, ook al is er lockdown. Maar dat is toen 1 groot pandemonium geworden. En gelukkig, Remco is in beeld. Ja, je bent helemaal goed in beeld. Ja, rechtop, dat maakt niet uit. Laten we. Alles wat erbij. Remco, leg het in godsnaam uit. Hoe zit het met de corona? Polen is het land waar de corona echt heeft huisgehouden in politieke zin. Ik wou net zeggen, ja, want ik heb net mijn column geschreven voor de Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel. En. Ik begin zeer ongebruikelijk met de loftrompet jegens de Poolse regering. Toen Mark Rutte nog handen aan het schudden was op een persconferentie waarin hij net gezegd had dat je geen handen moest schudden, zat Polen al volledig op slot. Toen mijn dochter voor die persconferentie vanuit Nederland naar Polen vloog, eigenlijk toevallig, dat was al gepland, werd ze in Nederland met de nek aangekeken dat ze een maskertje droeg in de trein. En ze kwam in Polen in een totaal leeg Warschau aan. Wat al helemaal op slot was, waar scholen dicht waren. Restaurants dicht. Mensen werden opgeroepen om thuis te blijven. En iedereen in paniek. Microsoft Teams en andere apps ging downloaden om toch maar in contact te blijven. En niet veel slachtoffers, hè? Relatief weinig slachtoffers. Er is zelfs goed nieuws, want ja, zoals je begrijpt in Polen, in tegenstelling tot in Nederland, vertrouwen wij de regering hier per definitie niet. Maar de Universiteit van Krakau heeft zelfstandig onderzoek gedaan en daar blijkt uit dat het aantal besmettingen waarschijnlijk 10 keer zo hoog is, maar het aantal overledenen wel accuraat wordt weergegeven door de overheid. Dat is natuurlijk goed nieuws, dat betekent dat de ziekte minder erg is dan we in het begin allemaal dachten. Ja, ja. Maar nu het eieren eten voor Polen, zouden presidentsverkiezingen komen. Precies. Wat is er nou precies gebeurd? Want ook als gewone krantenlezer volg je het niet meer als buitenlander dan. Nou, het is ook bijna niet te volgen. Toen Polen dichtging ergens in maart, werd er gezegd 10 mei zijn we met z'n allen weer open, dan gaan we lekker stemmen. Mijn zoon die moet dit jaar eindexamen doen.
Dat had begin mei moeten beginnen, zo rond de verkiezingen. En dat werd ook maar niet uitgesteld of afgesteld. Daar werd niks mee gedaan. Want ja, als je kunt stemmen, kun je ook eindexamen doen. Vervolgens werd er besloten om het eindexamen uit te stellen tot nader te bepalen datum. En begon de saga van wat doen we nu met de verkiezingen. En echt, iedere dag kwamen er wel nieuwe ideeën. Een van die ideeën was om de grondwet tijdelijk aan te passen, zodat de president nog 2 jaartjes aan kon blijven. Nou, ik denk niet dat je jurist hoeft te zijn om te begrijpen dat grondwetten niet bedoeld zijn om tijdelijk aan te passen. Dus dat was al snel van de baan. Toen kwam niet snel. Dat was snel van de baan. Dat is op zich opvallend. Want in Polen is de regeringspartij is aan het regeren met een absolute meerderheid. En die komen wel vaker met ongrondwettelijke plannetjes. Maar dit ging echt iedereen te ver. Ze wilden nu juist de grondwet veranderen. En daar hadden ze dus een 2/3 meerderheid voor nodig. En daar kregen ze de handen niet voor op elkaar. Dus toen kwam het idee van laten we dan gaan stemmen via de brief. En ik woon al 20 jaar in het buitenland. En al die jaren heb ik natuurlijk in Nederland per brief gestemd. En per brief stemmen in Nederland is vervelend, want dan kun je niet op de dag van de verkiezingen zelf stemmen. Maar ik heb me nooit afgevraagd of dat systeem betrouwbaar is. Terwijl wat je doet, je stuurt een brief terug naar Nederland met daarin een kopie van je paspoort. Daar zit dan weer een envelop in met je stembiljet. En dan moet je maar hopen dat die ambtenaar die dat ontvangt niet even snel kijkt wat meneer Van der Kroft gestemd heeft, maar dat hij dat in een aparte bak gooit en dat later iemand dat anoniem openmaakt. In Polen ga je er natuurlijk meteen vanuit dat ze dat dus ook gaan doen. Kijken wie op waar gestemd heeft. Bovendien is het natuurlijk veel te verleidelijk om de post die onder controle staat, want daar was net een ex-minister van Defensie benoemd tot directeur van de posterijen. Het is natuurlijk heel erg verleidelijk dat even alle stemmen van een villawijk in Warschau ergens per ongeluk verdwijnen. Ja. Dus niemand. Het was wel duidelijk dat dat soort verkiezingen in Polen niet eerlijk zouden kunnen verlopen. Het zou ook alle Polen in het buitenland hun stemrecht ontnemen. Waarom is dat? Het idee was dus, we gooien gewoon in alle brievenbussen een hele berg stembiljetten. En dan moet je het zelf maar invullen. Ja, okay. Maar men weet natuurlijk niet waar die Polen in het buitenland wonen. Dus ja, die zouden niet kunnen stemmen. Bovendien, in veel landen was het gewoon verboden om verkiezingen te organiseren. Ja. Ja. Vanwege het coronavirus. Mm-hmm. En de saga is vooralsnog geëindigd toen meneer Jarosław en meneer Jarosław, 2 parlementsleden, zoals ze zelf, een van de 2 zelf graag zegt, een grijs parlementslid, een persconferentie gaven en 2 dagen voor de verkiezingen zeiden, de verkiezingen gaan niet door. En de Hoge Raad gaat dan waarschijnlijk beslissen dat de verkiezingen ongeldig zijn. En dan schrijven we nieuwe verkiezingen uit. Nee, dat gaat te snel. Dus een van die parlementsleden, meneer Jarosław, die ook wel doorgaat als de machtigste man van Polen. Precies. Die vertelde, de verkiezingen gaan niet door, want de Hoge Raad gaat ze toch... Nee, hij zei de verkiezingen gaan niet door. Ja. Terwijl ze niet officieel afgezegd waren. Ja. Dus we hebben afgelopen zondag verkiezingen gehad die er niet waren. Ja. En dan gaat dat naar de Hoge Raad. En de Hoge Raad gaat dan dit en dat beslissen. Okay. Ervan uitgaande dat ze daar al hun eigen mensen op hun plek hadden gezet. Ja. En dat de Hoge Raad dus, net zoals het Poolse Constitutionele Hof, inmiddels gewoon beslist wat ze opgedragen krijgen van meneer Jarosław. Van dat ene grijze parlementslid. Alleen tot ieder stomme verbazing riep de rechter die door dit parlementslid daar is neergezet. Ja, maar wacht even, ik ben een rechter, ik ben onafhankelijk. Jij gaat me niet vertellen wat ik moet beslissen. Mooi. Toen is de kiescommissie te hulp geschoten.
En die heeft vastgesteld dat er geen verkiezingen zijn geweest. En dus dat er nu nieuwe verkiezingen uitgeschreven moeten worden. Ah. Wat mij nog niet helemaal duidelijk is, maar ik denk het wel, is of er dan ook nieuwe kandidaten mogen komen. Want het is volgens mij dus niet zo dat deze verkiezingen worden uitgesteld. Maar dat er dus nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. Men heeft het nu ergens over juli. Maar, interessant. Waar ik benieuwd naar ben, hoe heeft het grijs parlementslid Jaroslav gereageerd op de kiescommissie en die hoge raadsrechter? Ja, waarschijnlijk door zijn kat tegen de muur te gooien, maar publiekelijk. Publiekelijk heeft hij zich niet meer laten zien voor zijn werk. Oké. Dus dat is interessant, want hij leek onaanraakbaar, toch? Hij was, toen ik bij jou in de buurt woonde, was hij de keizer. Leek alles goed te gaan voor hem. Dat is ook nog steeds zo. Ik bedoel, deze rechter heeft niet direct gezegd, ik ga anders beslissen, maar het was toch een opmerkelijke reactie. Ja. Het was toch een opmerkelijke reactie van iemand die overigens benoemd was in een waarschijnlijk illegaal gecreëerde kamer van het Hoge Rechtshof. Daar heeft het Europese Hof zich een tijdje geleden over uitgelaten. Hoe ging je zelf in lockdown? Juichend in de kamer? De afgelopen tijd ben ik alweer een paar keer naar kantoor geweest. Eigenlijk was ik dat vandaag ook van plan, maar op het laatste moment heb ik daar iets anders besloten. We hebben hier wel lang in lockdown gezeten, maar ik woon zelf in een buitenwijk van Warschau en heb toch altijd wel de gelegenheid gehad om stukken te gaan wandelen. Als je nu in winkels komt hier, moet je een maskertje dragen op straat, ook officieel. Maar hier in de buurt doe ik dat niet. Ik heb het altijd wel bij me. Als zodra ik iemand zie lopen, dan doe ik het op. Ja, maar ik bedoel meer, hoe reageerde jij persoonlijk op het nieuws dat Jaroslav een keer niet zijn zin kreeg? Eerlijk. Ik vond het was niet het juichen waard. Ik bedoel, wat er de afgelopen tijd is gebeurd, is met geen pen te beschrijven. Met spijt moet ik zeggen dat Polen gewoon een soort bananenrepubliek is geworden. Ja, dan is één zo'n overwinningje, daar word je niet. Het niet eens een overwinning willen noemen. Ik vond het grappig dat ze dat zeiden. Ja. Oké. Hey, Remco, wat zijn nu de voor jou persoonlijk? Oké, jij kan dus naar je kantoor af en toe. Komt het einde van de lockdown in zicht, zoals in Nederland? Ja, er wordt hier. Ze zijn hier ook bezig in zo'n soort stappenplan om alles losser te maken. Toevallig vandaag is mijn eerste Nederlandse klant, ik ben hier advocaat, die is zonder quarantaine de grens overgekomen. Okay. Want vanaf 4 mei mogen mensen die kunnen aantonen dat ze om zakelijke redenen in Polen moeten zijn, hoeven niet in quarantaine. Oké, ja, dat is de volgende stap. Okay. En jouw werk. Heb je er heel erg onder geleden, als ik vragen mag? Ja, best wel. Wij als kantoor doen vrij veel rechtszaken en de rechtbanken zijn nog steeds dicht. Dat betekent dus dat een gedeelte van ons werk en daarmee onze inkomen stil ligt. Ja, heftig. Maar je zingt het uit, ho. Je hoeft niet. Hoe noemen we dat in juridische termen? Je hoeft geen faillissement aan te vragen. Nee. Zo erg is het niet. De regering helpt ook een beetje. Dat is lang niet zo goed als in Nederland. Maar er zijn wel wat programmaatjes dat we even geen sociale zekerheid hoeven betalen voor werknemers. Ja. Die een beetje helpen. Ja. Maar het is wel even zwaar. Het is heftig. Dank dat je in de uitzending wilde komen. Dank Remco. Heel graag gedaan. Ja, oké. Tot ziens. Hi. Tot ziens. Dag. Dan gaan we daar. Ik dacht Marieke, maar misschien is het wel Marlieke. Dat is wel heel erg leuk dat gelukt is. Oh nee, Marlieke, sorry, ik ken jou helemaal niet. Dat is alleen maar leuk. Ja. Hey, vertel, waar zit je? Ik zit in Zwitserland. Ah, en waarom? Via het werk van mijn man zijn wij 5,5 jaar geleden verhuisd. En inmiddels wonen we hier met veel plezier. En Marlieke is volgens mij.
Volgens mij is Zwitserland is niet zo aan de hand, hè? Of zitten jullie ook echt vast? Zwitserland is exact hetzelfde als in Nederland, heb ik het idee. Oké, okay. dus ook met social distancing en je mag wel naar buiten, maar je moet wijs zijn. En wat is wijs dan? Dat weet niemand zo goed. En dan gaat iemand... Nou, we gaan inderdaad niet veel naar buiten. We doen onze boodschappen en de kinderen spelen buiten. Maar verder houden we onze afstand inderdaad. Ja, oké. Okay. En hoe heb je het ervaren deze laatste maanden? Ja, voor mij was het op zich best prettig, moet ik zeggen. Want ik was net bevallen van mijn zoon. En ik heb nog twee meiden en die waren ineens thuis. En we konden heel rustig opstarten elke ochtend. En zij konden echt kennis maken met hun broertje. Dus voor mij was het eigenlijk best wel lekker. Super, super. Nou, dat is prettig om eens te horen. He, dat, Je hoort het wel vaker, maar mensen zeggen dat een beetje beschaamd. Zo van... Ik hoef me nergens voor te schamen. Ik zat nog... Nee, ga door. Ik zat nog in mijn zwangerschapsverlof, dus... En de meiden hadden weinig huiswerk, tot geen huiswerk. Dus ja, het was eigenlijk vakantie. Ja, en de scholen blijven dicht? De scholen zijn inmiddels weer open, sinds deze week ook. Oh, oké. Ik zit zelf in Albanië, daar is alles dicht. Dus dan ben je altijd weer verbaasd dat kinderen gewoon naar school kunnen. Maar leuk, ja. Heel erg leuk. Kinderen gaan weer naar school. En zolang jouw man er niet heel erg onder... het werk van jouw man er niet heel erg onder leidt... dan is het natuurlijk extra leuk. Dan zijn jullie gewoon de hele tijd thuis. Ja, precies. Mijn man die werkt halve dagen. Die heeft arbeidstijdsverkorting nu. En die werkt daardoor halve dagen. Dus hij is middags gewoon thuis. En dan kan ik langzaam weer gaan werken. Heel goed. Dat is ook goed om te horen. Ja. Hey, wat was het... wat prettig. Wat goed om te horen. Een positief verhaal over... de quarantaine. Ja, ik ben een beetje half aanwezig, omdat ik denk de hele tijd dat we nog iemand krijgen die in Suriname zit. En dat vind ik zelf natuurlijk wel spannend, want ik heb nog totaal niet gehoord hoe de quarantaine in Suriname is. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Misschien lukt dat technisch niet. Dus vandaar dat ik zo'n beetje afwezig Zwitserland zit te denken. Ik heb een vriend die in Zwitserland zit en die zei ook dat hij het eigenlijk echt allemaal prima vond. In Zurich. Waar zit jij precies? Aan de grens met Oostenrijk. Dus we kunnen de grens niet open, dat niet. En, maar verder... Hoe heet het waar jij bent? Eichberg. Oh ja, dat is niet bij Lenzerheide, hè? Nee. Nee, sorry. En kan je, hoe zit je daar? Wat voor heel klein of een prettig huis? Wij wonen in een dorp. Echt een Zwitsers dorp. Wij wonen in het dal. En nou ja, goed, het gaat de berg op richting Appenzell. En dat ken je misschien wel. Ja. Ja. We wonen zeg maar net eronder. En het dorp is dat bergje. En dat is heerlijk. De school zit in het midden van die berg. Dus de kinderen gaan van boven naar beneden elke dag lopen. En je hebt alle seizoenen. Het is heerlijk wonen. Zit je achter een telefoon of een computer? Kan je laten zien? Kan je uit het raam kijken? Ja, dan zie je alleen de buren volgens mij. Oh nee, oké. Ja, je kan wel lopen dus. Ja, dat... We kunnen nog geen bergen zien. Dat is toch lekker af en toe donderdagmiddag van bergen zien. Maar we zien wel een dochter naar je toe rennen. Ja, nee, deze week mogen ze weer spelen met elkaar. Dus het is volle bak al de hele week kinderen hier thuis. Leuk. Nou, dank dat je in de uitzending wilde komen. En, dank je wel. Veel plezier. Dan zou je natuurlijk net zien. Dan zijn we klaar met het gesprek en dan bedenk jij wat ik eigenlijk had moeten vertellen. En dat kan je nu nog vertellen. Nou ja, eigenlijk wilde ik gewoon vertellen dat wij het gewoon eigenlijk best goed hebben. Ja, prettig. Ik hou de familie cake. En, pas op, als je te enthousiast bent over je eigen leven, worden mensen jaloers. Hè? Dat moet je oppassen. Maar aan de andere kant, altijd leuker dan gedacht. Ik ben heel blij dat ze weer naar school gaan, de meiden. Ik zou echt een gat in de lucht springen als ze ook volledig weer naar school gaan. Want dat juf spelen, dat is dus echt niks voor mij. Ik ben geen juf. Ik ben geen entertainer. Ik mis mijn eigen leven ook wel heel erg. Ja, nee, ik geloof dat we dat allemaal ontdekken deze dagen. Dat we geen juffen en meesters zijn. En ik kan dat ook zeggen. Ik heb kinderen van 13 en 8 en ik bak er helemaal niks van. Nee, ja, het geduld wordt enorm op de proef gesteld. Ja, nou ja, dank je. We gaan naar Anita en Suriname. Dank Marlieke, tot ziens. Ik geloof dat het echt gaat lukken. Ik ben daar helemaal opgewonden over inmiddels.
Anita. Ja. Of mevrouw Wicks. We zitten met z'n tweeën. Ah, hoe is het daar? Ja, je ziet het. Nou ja, grijs. Grijs, het is een beetje regenseizoen, of niet? Beginnende regentijd in Suriname. Ah, oh, dus dit is ook niet de tijd dat u normaal daar zou willen zijn? Nee. Meestal zijn we nu alweer weg. Naar Nederland? Naar Nederland, ja. We zitten nu inderdaad vast met de corona-toestand. Dus wij hadden dan al vanaf 27 april terug moeten gaan naar Nederland. Maar steeds geannuleerd. En vandaag kreeg ik ook weer een bericht toen ik bezig was naar jouw programma te kijken. Dat ook iets geannuleerd is, dus dat kijk ik straks wel. Ja. En COVID in Suriname. Wat moet ik vertellen? Ja, alles. U komt niet meer naar Nederland. U komt gewoon voorlopig niet naar Nederland. Dat duurt nog maanden. Nee. Okay. Wat ze zeggen is begin juli. Dan mag het weer. Oh, dat valt mee. Dan zou het weer mogen, ja, inderdaad. Er zijn wel repatriëringsvluchten voor aanstaande maandag. Maar dan moet ik €900 extra betalen. Terwijl ik een retourticket heb. Ja, extra. Ah, dat is wel veel. Of zeggen 900 voor een vlucht Suriname niet eens zo heel veel. Hè? Want het is heel duur, toch? Vliegen naar Suriname. Ik heb er 600 voor betaald en dan moet ik terug gaan naar huis voor 900. Ja. Dus het is niet zo... Maar goed, COVID... Dus zit je te overwegen om gewoon het hele jaar te blijven? Nee. Ik mis mijn kleinkinderen. Ja, dat begrijp ik. Waar wonen die? En mijn kinderen. Waar ik in Nederland woon? Amsterdam. Ja? Ah, dus oké. Okay, ja. Dus u wilt weer naar uw kleinkinderen in Amsterdam. Ik heb daar even een kind hier die vraagt of ze een koekje mag. Kom even in beeld, Kaatje. Nee? Oké. Okay. Nee, oké, okay, dan niet. Okay. Maar, ja. Maar ik ben heel benieuwd naar de situatie in Suriname. Eerst even voor de luisteraars en kijkers. Niet iedereen weet dat volgens mij, maar Paramaribo is een stadje zo groot als Groningen, hè? Ja. En jullie zitten er eigenlijk een beetje, maar heel veel bos natuurlijk. Helemaal omgeven door bos? Ja. En helemaal omgeven door bos? Helemaal omgeven, inderdaad, door bos en zo. En het land is nu afgesloten? Helemaal? Het land is afgesloten en de buurlanden, bijvoorbeeld Brazilië en Frans-Guyana en Guyana, daar is het inderdaad helemaal goed afgesloten. Want de grenzen, daar komen ze met bootjes naar binnen. En de luchtruim is dicht, dus dat is gesaved eigenlijk. Ja. Maar nu hebben we bijvoorbeeld gelezen in Guyana zijn er 113 geïnfecteerde mensen. Maar in Suriname hebben we dat niet. Omdat gewoon nul? Vanaf nul eigenlijk. Als ze uit Nederland komen met de repatriëring, dan worden ze meteen in quarantaine gezet voor 2 weken. Ja. En als het inderdaad goed gaat, dan mogen ze weer naar huis. Okay. Wat eigenlijk met de COVID hier is gebeurd in het begin, is een Fransman, hè? Ja, een Nederlandse Fransman is inderdaad geïnfecteerd en die is overleden. Dus in principe hebben we 1 dode. Ja. Maar ja, je weet niet precies wat er allemaal... wat ze vertellen en het is maar van de media en zo. Ja, ja. Ja, dus het is wel... en ja, hoe ze hiermee omgaan... Ze hebben er eigenlijk geen flauw benul van hoe erg het had kunnen zijn. Nee, mocht precies. Men geïnfecteerd hier zijn of worden. Oké, maar de overheid is wel, hè, want die zijn heel streng. Direct 2 weken quarantaine. Maar de burgers, zeg jij, die... hebben eigenlijk geen idee. Op een gegeven moment moesten ze inderdaad een avondklok gaan instellen. 8 uur iedereen binnen tot 6 uur 's morgens. En nu hebben ze het wel verlengd, 2 weken geleden verlengd, met 11 uur 's avonds. Oh, dus die avondklok begint pas om 11 uur 's avonds? Ja, nu begint de avondklok om 11 uur 's avonds. Misschien is dat in Suriname een probleem, maar dat klinkt heel mild. Ja, dat is heel mild. Ja, dat is inderdaad heel mild. Oké. Maar de verkiezingen staan voor de deur, hè? Ja? Maar wanneer zijn die er?
Er moet maar propaganda gemaakt worden. Dit is mijn schoonzus. Wij zijn beide hier. Heel leuk, heel leuk. Hallo. Maar het is heel interessant wat u zegt, die verkiezingen. Wanneer komen die eraan? De verkiezingen 25 mei. Oh, en die gaan gewoon door? Die gaan gewoon door. Oeh, dat wordt nog spannend, want dan zit iedereen natuurlijk vlak bij elkaar. En dan moet je vaak in de rij staan, hè, voor zo'n stemlokaal. Klopt, klopt. Dus we zijn erg benieuwd hoe dat zal toegaan, ja. En is er iets van peilingen, of kan dat niet in deze tijd? Weet jullie wie er gaat winnen? Nog steeds niet, nee. Men twijfelt tussen dat van Boutersen en dat van Santucci. Ja, ja, interessant. Oké, okay. Nou, en denkt u dat de regering ook die avondklok wat versoepeld heeft om de mensen goed gezind te houden? Nou, ik denk meer zodat er nog meer propaganda gemaakt kan worden. Ja. Oké, dat is een beetje hetzelfde. Hè? Ja, joh. Het is hier houden ze heel veel van feesten. Ja, ja, verkiezingsfeesten, partijen. Georganiseerd door de partij, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou, gelukkig dan dat er nog zo weinig gevallen zijn gevonden. Nou ja, zo weinig gevallen, nul, begrijp ik. Ja, nul gevallen. Ja, maar je wil ook niet echt, hoe is het, stel dat ik nou ziek word, stel een van u tweeën gaat heel hard niezen en hoesten en denkt, oh jee, ik moet toch maar eens gaan kijken en dan ga je naar de dokter of naar het ziekenhuis en, ja. En daar zijn jullie natuurlijk vaker geweest, ja. Hoe gaat dat? Hoe denk je dan dat als je echt COVID hebt? Eigenlijk een beetje hetzelfde als in Nederland, je zal opgenomen worden en in de gaten gehouden worden, denk ik. Ja, dus dat is ook een prima ziekenhuis in Paramaribo. Nou, ja, ze mogen niet klagen. In die zin van, okay. Ja, ze hebben niet zoveel ziekenhuizen als in Nederland. Dus apparatuur is er ook niet zoveel. Dus we moeten maar duimen en bidden dat het niet zo, erg wordt. Ja, dat is ook een beetje wat we hier in Albanië doen. Maar dat is niet het beste medicijn, denk ik wel eens. Ja, dat is vast een goed medicijn, bidden en duimen, maar... Ja, oké, ik begrijp. Er is dus een redelijk ziekenhuis. We proberen dus afstand te houden. Ja. Maar we lopen nog niet met maskertjes. Alleen de Chinezen. De Chinezen wel. En er zijn vrij veel Chinezen in Paramaribo, toch? Ja, heel veel. Al die winkels zijn heel veel zijn van Chinezen. En die hebben allemaal zo'n een plastic scherm ervoor. Voor hun kassa. En een mondkapje. Ja. En als je bijvoorbeeld dus tegen je klanten en achter je zegt van afstand houden, dan kijken ze je een beetje raar aan in het begin, weet je wel, toen het heel pas was. Maar ja. Weet je, het is... Want het dat zeiden die Chinezen. Dus die Chinezen zeiden... Sorry, ik moet het politiek correct is niet om te zeggen Chinezen, maar Chinees-Surinamers, die zeiden, hou afstand. En dan dachten jullie, ga toch weg, joh. Nee, wij zeggen dan van, je moet afstand houden. Maar zij hebben een scherm, dus zij kijken. Ah. Zij maken zich daar geen zorgen om. Wij moeten wel kijken. Ik begrijp het. Corrigeren van afstand. Maar dat doen ze dan niet aan. De bevolking. Nee. Men ging hier ook in de tijd, toen het pas begon, ook hamsteren. Terwijl het eigenlijk niet nodig was. Nee. Dat is in Nederland hetzelfde, hè? Ja. Nee. Oh, interessant. Dus... Nou ja, en hier nog zijn even meer. Ja. Ik begrijp een ander probleem. Is fake news. Toch? Ik geloof, we hebben een fantastische redacteur, Denise. Die heeft ook al even met u gesproken. En zij vertelde me, er is ook eindeloos veel fake news in Suriname over de corona. Kunt u daar iets over vertellen? Ja. Oh, sorry. Misschien haal ik wat dingen door elkaar, hoor. Ja. Nou ja, weet je, fake, ik weet zelf ook eigenlijk niet of het fake is, maar wat ze wel veel hebben is moppen natuurlijk. Maar Nou willen we er eentje van horen. Eén coronamop uit Suriname. Ja, nou, nou, weet je, je komt er niet zo op. Ik ben niet eigenlijk daarop voorbereid. Dus, Oh, sorry. Ja, maar we komen gewoon volgende week weer terug. We komen gewoon volgende week bij u weer terug. En dan wil ik heel graag... Ja, absoluut. Dan wil ik heel graag een coronamop van u. Ja. Dan zit ik nu een beetje door... Als mijn man thuis is, we gaan het in de... En dat wordt volgende week donderdag? Ja, of woensdag of dinsdag.
Ah, we hebben uw gegevens. Fantastisch. Anita, ja. En ook dank aan uw schoonzus. Ja. Ja. Hey Pieter. Heel erg leuk dat jullie de uitzending waren. Ja. En volgende week komen we terug. Ik ga een paar mopjes zoeken voor jou. Fantastisch. Nou, okay, daar ben ik heel dankbaar voor. Dank je. Dan gaan we nu naar Suzanne. Tot ziens. Dag Anita. Hey. Dan gaan we nu naar Suzanne. En het is allemaal mijn eigen schuld, dat weet ik. Eigenlijk, Suzanne, moet ik alles over jou al weten. Maar ik ben het allemaal vergeten of ik heb het nooit gehoord. Vertel even, waar ben je? Ik ben op Mallorca. Misschien was het maar niet interessant genoeg, Pieter. Zou helemaal kunnen. Hé, hey, dat vereist soul searching. Dat kan ik niet. Dus dat weet ik niet. Maar vertel, Mallorca. Nee, dat is wel interessant. Want Mallorca, daar zijn we allemaal wel eens geweest. Daar ben je wel eens geweest, zei je? Ja. Ja, maar ik denk iedereen wel eens, toch? Mallorca. Ja, Duitsers vooral, hè? Nou, ik ook. Maar, ja. Maar is het helemaal afgesloten? Yeah. Ja, het is helemaal afgesloten. Nu sinds 2 maanden. Ze lopen een beetje gelijk op met Italië. Dus ja, ze zitten al een tijdje hier op slot. Nee, maar dat is fascinerend. Ja. Een toeristeneiland in coronatijd. Hoe ziet het eruit? Heel veel locals, heel veel Spanjaarden. Dus eigenlijk, zoals hier hoort te zijn, denk ik. Ja. Veel meer locals dan je ooit verwacht had dat ze er zouden wonen. Wist je dat er zoveel locals zijn eigenlijk? Het verbaasde me toen ik hier ongeveer 3 maanden geleden naartoe kwam, dat er eigenlijk best wel veel Spanjaarden zijn. Dat er ook heel veel Spaans gesproken wordt. Ik had verwacht Mallorca, dat wordt overheerst door de Duitsers. Dat viel me eigenlijk toen al wel mee. En nu, zie je gewoon bijna alleen maar Spanjaarden. Dus, geen Duitser meer te zien. Geen Duitser meer te zien, ja. En waarom ben jij gebleven? Want je komt vast nog wel weg. Wat zei je? Waarom ben jij gebleven? Want je komt vast nog wel weg. Ik kon inderdaad de hele tijd wel nog naar huis. Naar Amsterdam. Maar het was wel echt mijn plan om hier misschien te gaan wonen en hier te blijven. Dus ik dacht, ik probeer het. En ik vond het ook wel een fijn vooruitzicht dat, om Mallorca te zien zonder alle toeristen. Het is gewoon een heel mooi eiland. Sommige mensen die niet uit Mallorca komen, die hebben alleen maar de toeristen. Ja, ze trekpleisters gezien. Maar het is echt een prachtig eiland met bergen, veel strandjes. En die ik nu helaas niet zie tijdens de lockdown, maar dat gaat wel komen. Wanneer mag het weer? Is het al duidelijk? Ja, Spanje heeft een beetje een raar systeem. Ze hebben 4 fasen. Dus het is echt een soort boekwerk, huis erop na, wat dan wel niet mag en welke fase. Maar ze hebben in Spanje hebben ze het verdeeld. Dat Madrid die loopt dan achter qua nieuwe fases en qua het openen van de regels. En, wij zitten nu in. Dat interessant. Dat is sinds afgelopen maandag zitten we in fase 1. En dat betekent dat de barretjes open zijn en dat je wel mag sporten. Maar jongeren mogen dan 's ochtends en 's avonds naar buiten. En kinderen mogen overdag buiten. Ze proberen het een beetje te verdelen. Dus eigenlijk mag je nu nog niet naar het strand. Maar sommige mensen doen dat toch stiekem. Ja, ja. Maar wanneer het officieel mag... Ja, spannend. Ja, maar de techniek laat ons een beetje in de steek. Je verbrokkelt, zeg maar. Daar kan jij niks aan doen. Maar dan heel even... Mallorca is by far het grootste eiland van de Balearen. Het is niet het eiland waar het altijd waait, toch? Of wel? Dat is Menorca, of niet? Dat is Menorca. Oké, gelukkig maar. Nee, sorry, ik zat even... Laat even weten hoe dat is. Het zijn mensen daar echt helemaal knettergek van worden. Van de hele dag wind. Maar dat is dus niet op Mallorca zo. Je bent gebleven. En waarschijnlijk in de toekomst kan je het wel gebruiken dat je daar gebleven bent. Want dan ben je echt een native. Want jij bent gewoon gebleven tijdens de corona. Ja, dat hoor ik ook. Ja, dat had je ook een beetje verwacht, of niet? Wat? Nou, je had ook gedacht, van dat als ik nu blijf, dan hoor ik er voor altijd bij. Ja, dan ben ik echt een local. Ik zou graag langer willen praten, maar ik denk dat de redactie het mee eens is. Het lukt niet helemaal, de techniek. Maar dank. Ik zou binnen kunnen zitten, maar ja, is goed. Ja, nou, heel veel dank. Goed. Suus, tot ziens. Hi. Geen dank.
ga gewoon weer een keer naar Mallorca bellen. Tot ziens, tot ziens. Dan is het misschien gewoon goed om met Nazmiye te gaan praten. Behalve als er nog iemand uit het buitenland is die zichzelf gemeld heeft en nu aan het scherm hangt. Ergens aan de telefoon. Nee, je hebt Nazmiye. Ja. Hallo, hallo. Ik was ondertussen aan het twitteren en aan het instagrammen, zodat mensen weten dat ze zometeen kunnen kijken. Hey, heel Pieter. Heel verstandig, vergeet ik altijd. Heb je een fijn uur gehad? Nou, ja, heel fijn. Oh, maar ik moet toegeven wel, dat het is leuk. Het is met contact in het buitenland is het toch lastiger. Ik weet, dat hoort zou bij het internet niet zo moeten zijn. Hè? Het internet verbroedert ons allemaal. En we krijgen de kans om elkaar allemaal uit te schelden. Hè? Maar het is nog lastiger. Ik kijk ook naar jullie en dan is de verbinding eigenlijk altijd goed. En, maar het is gelukt om dus met Suriname te bellen. Dat was super grappig. Dat hoorde ik net, terwijl ik mezelf aan het klaarmaken was. Dat is leuk, toch? Daar was ik zelf wel heel blij mee. En we hebben een heel politiek exposé over Polen gekregen, over de verkiezingen al daar. Dus, heel tevreden, heel blij weer hoe het gegaan is. Mag ik jou iets vragen, Pieter? Ja. Want ik wil het in mijn uur hebben over wat corona je heeft gebracht, of niet. Ja. Heb jij daar een antwoord op? Grappig, ik vroeg het ook aan een van de gasten, omdat ik wist dat jij daarover gaat praten. He, wat zijn de positieve, wat heb je eraan gehad? Wat is er nou prettig aan geweest? En terwijl ik het antwoord hoorde, zat ik ook zelf na te denken over mezelf. Dat ik, een beetje gênant is dat mijn leven niet zo anders is. Het is een beetje pijnlijk misschien. Maar ik zit thuis gewoon een beetje te tikken. Ja. Wat ik heel erg mis zijn de potjes voetbal en de tennissen en zo, dat soort dingen. Maar wat ik eraan heb gehad, ik denk, is tegelijkertijd dat de uitdaging is, of het moeilijke, is dat we zitten de hele tijd met z'n vieren. Ik ben met twee dochters en met mijn vrouw. En het maakt het samenleven wel intenser. Hè? Dus, ook de ruzies zijn intenser, maar alles is intenser. Ah ja, zijn de relaties veranderd? Merk je dat? Nee, dat denk ik niet. Weet je wat ik merk namelijk, Pieter? Nee, vertel. Ik heb, wij hebben een kater, Osman. En die is bij ons komen wonen in 2008. En ik heb nooit dieren gewild. Ik vind dieren fantastisch, maar in waar ze horen. Maar hij is gekomen omdat mijn kinderen dat zo graag wilden. Nou, prima. Uiteindelijk, zij zijn inmiddels, weet je, ze doen maar wat en ze zijn gewoon niet thuis en ze wonen inmiddels ergens anders en zo. En ik ben alleen met Osman. maar toch, en ik merk nu dat ik de hele tijd thuis ben. En normaal was ik altijd weg en dan kwam ik 's nachts thuis. Is mijn relatie met mijn kater echt veranderd. Ik ben hem echt gaan leren kennen, zoals ik hem niet kende. Interessant, dus niet alleen maar als het beest het altijd om eten vraagt. Precies, waarvan ik dacht, maar gewoon zijn gevoeligheid en zijn nukken en wat hij graag wil en hoe graag hij eigenlijk liefde wil en hoe erg hij contact nodig heeft en zo. Gewoon dat. Ja, dus, fijn. Dus ik heb echt een betere relatie met Ik zie dit ook als een aansporing voor mij om iets vriendelijker tegen onze eigen kat te doen. Ik wil kijken of ik hem nu net zie, dan kan ik hem laten zien. Maar, of kater, dat is het goede woord. Een geholpen kat. Ja. Nou, dank. Leuk. En ik geloof dat jij echt best wel veel gasten hebt. Dus zoiets kijk ik zo door in het scherm. Het is leuk. Ja. Ik zal blijven kijken. We zullen zien of het allemaal lukt. Ja, dankjewel. Oké. Ik zwaai gedag. Ik vind het zelf altijd grappig als gasten doen. Dus dat doe ik ook even. Dag! Dat is goed. Dag. Doeg. Nou, daar ben ik dan. Alleen, ik zie nog geen nieuwe gast. Prima. Hebben wij iets geleerd over corona? Ik irriteer me ook. Eigenlijk, die vraag die is ook een beetje dubbel, want... Ik denk wel, hoezo moeten we er meteen iets mee? Moet je er iets mee leren? En mag ik even tijd om
om te verteren, alsjeblieft. Om te verteren wat ik aan het meemaken ben. Mag ik tijd om daarover na te denken en dan kijken of ik er misschien wat het met me heeft gedaan, zeg maar. Zelf merk ik wel dat ik... ik had in het begin was ik heel blij dat we allemaal thuis moesten blijven, omdat dat het liefste is wat ik doe. Ik hou enorm natuurlijk van het toneel en zo, maar dat ik... Oh ja, ik zal even op mijn microfoontje letten. Het gaat krush, denk ik. Wat fijn dat we toch regie hebben, dat is zo luxe. Ja, ik merkte toch, hoe geweldig het ook is, ik merkte dat ik even ijsvrij had, omdat alles stil stond. En ik had een beetje het gevoel van, ik word nu gedwongen om stil te staan, zeg maar. En... ja, ik ben klaar voor Ineke. Ik ben heel benieuwd wat Ineke daarop te zeggen heeft. Ineke, hoi. Ja. Hoi. Fijn dat je er bent. Ik was al een beetje in mezelf aan het baden. Ja. Net zoals de afgelopen weken. Ik begin al hardop te praten. Hoe is dat voor jou? De coronatijd bedoel je? Ja. Of doe je dat altijd al in jezelf praten? Wat ik wel prettig vind, trouwens. Nou, niet. Weet je, wij zijn gepensioneerd en we hebben altijd een heel druk leven gehad. En dus wij genieten enorm van die vrije tijd ook. En wij zouden dus op reis gaan 2 maanden naar Griekenland, Italië, Hongarije en zo weer terug. Maar dat hebben we natuurlijk niet, dat kon niet doorgaan. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik kan me heel goed aanpassen aan wat er me overkomt. Want wij kunnen goed schakelen. Dat zijn we zakelijk ook wel gewend. Door calamiteiten moesten we ook soms de hele boel omgooien. Ja. En ik merk dat toch een eigenschap is die je eigen is geworden. Van, niet. Nou, dan gaan we iets anders doen. En dat ik merk dat eigenlijk vrij moeiteloos doe. Dus ik neem het leven zoals het komt, eigenlijk. Maar is er voor jou... Dat bevalt. Dat bevalt. Ik hoor je niet goed. Je hoort me niet goed? Ik weet niet wat ik daar aan moet doen. Nee, hij is een beetje... Ja. Hoor je mij nu wel goed? Nu wel, ja. Ja? Oké, top. Ik moet dan altijd van mijn ik heb een coach, Ineke, een fantastische vrouw in Ankara. Ja, die zegt, zodra de techniek vastloopt, zegt ze, zeg maar hardop, ik laat mijn weerstand los. Dus wij laten onze weerstand los. Ik laat mijn weerstand los. We gaan laten stromen. Maar is er überhaupt dan voor jou wel veel veranderd, Ineke? Want jij was gepensioneerd. Ja, klopt. Ja, wel actief nog steeds hoor. Maar sinds een jaar of 5 zijn wij gepensioneerd. Hebben we samen een bedrijf gehad met personeel. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik heel blij ben dat ik geen zaak meer heb. Want in deze tijd vind ik dat nog wel heel erg lastig om te zien en aan te zien hoe de kleine middenstander en de ZZP'er en zo, hoe moeilijk die het hebben. En daar gaat mijn hart wel naar uit. Ik zie al, wij weten wat het is om te buffelen en om tegenslagen te hebben. En het gaat ook heel goed. We hebben best een mooi bedrijf gehad. Maar ik vind wel dat ze evenredig flink de verlangs krijgen ook de laatste jaren. Hè? Vanaf 2008. Dus ik ben wel betrokken hoor. Ik vind het ook voor hun een hele moeilijke tijd eigenlijk. En Ineke, jij bent verpleger geweest. Je hebt in de zorg gewerkt. Klopt dat? Ja. En heb je,
Heb je... Daar zo ben ik begonnen. Mm-hmm. Ik heb een... Vertel ja, maar. Ik heb mijn opleiding in Arnhem gedaan, in het Lisbeth Gasma. En ja, dat is later dus overgegaan in Rijnstaten. Maar dat is dat hele grote gebouw aan de, waar die over de Rijn heen kijkt. Richting Oosterbeek aan de rechterkant. Daar heb ik mijn opleiding gedaan. Mm-hmm. En ik heb ook zelfs de eerste IC kwam toen in dat ziekenhuis. En op die mm-hmm. eerste IC heb ik ook gewerkt. Dus, maar dat is natuurlijk niet meer te vergelijken met wat je nu op de IC ziet. Want ik heb het wel eens bekeken, omdat ik daar wel eens kwam. Mijn moeder was ziek en ik heb al op de IC gelegen. En toen dacht ik, nou ja, je kunt op een IC eigenlijk niet doodgaan. Zo professioneel, zo goed geregeld en zo werkend. Maar daarom schrik ik ervan dat er toch zoveel mensen overlijden ook. Want dan is er echt wel echt iets aan de hand. Want ze kunnen mensen echt heel lang een leven houden. Dus, en in ja, het is dus ook jij... een heel gemeen virus hoor. Ja, zeker. Ineke, had jij ook met jouw achtergrond dat je dacht... Even. Het komt goed hoor. Je kan erop vertrouwen dat je toch wordt gehoord en gezien. Dus oké, dan ga ik gewoon door. Ja. Goed zo. Had jij bijvoorbeeld met ja. Ja. Een beetje makkelijk voor. Ja, dat laten we gewoon even voor wat het is. Dat komt helemaal goed. Mag ja? Ja. Ja, Ineke, had jij met... met je verplegingsachtergrond. Oh my god. De afgelopen weken, joh, met corona. Hoe vaak dit wel niet is gebeurd. Ja, met je verplegingsachtergrond. Heb jij toen wel eens gedacht... gewoon nu met iedereen zo in de IC. En er zijn handen aan het bed nodig. Weet je wat, ik ga... kijken of ik iets kan doen. Ja, wel aan gedacht. Ja. Maar niet gedaan? Ja, heb ik wel aan gedacht. Ik ben zelf 70 geworden. Ja, nee, niet gedaan, want ik ben 70 geworden. Ik ben zelf, ik heb een auto-immuunziekte, dus ik, dat kan ik beter niet doen. Maar ik heb er wel aan gedacht. Ik heb er natuurlijk aan gedacht. Want weet je, als je eenmaal in dat werk hebt gezeten, blijft dat wel trekken. Hè? Het is wel iets wat me altijd mijn belangstelling heeft gehouden. En dat is toch een heel apart slag hoor, die verpleegkundigen en verpleegsters. Ik herken ze ook onmiddellijk. Hè? Als ze in mijn leven komen, dan herken ik ze ook. Vertel eens. Hey, dat is er weer een. En dat weet ik niet, dat is een gevoel. Ja, je voelt meteen van, hey, dat zit een beetje op mijn lijn direct ook. En die hebben toch iets anders als anderen, zeg maar. Dat vind ik wel opvallend. Zijn dus, flink? Ja, ik vind het wel grappig hoe dat werkt. Ja, ze zijn wel flinker en ze zijn open ook en ze zijn toegankelijker. En ze zijn avontuurlijker over het algemeen. Ze durven wat meer. Het zijn ook wel mensen die ook buiten de paden een beetje kunnen durven te lopen. Dus weet je, dat doet dat ook. Die verpleging doet dat ook. Want je hebt ook dood en leven gezien al heel vroeg. Hè? Dus toen ik, ik was dus 17, 18. Ja, en dan word je al heel snel geconfronteerd met ziekte en overlijden. Dus de realiteit van het leven komt natuurlijk al heel vroeg binnen. Hè? Dus je realiseert je ook dat ook met jou of met een ander zo kan gebeuren. Hè? Dat is, normaal kom je daar, als je wat ouder wordt, kom je daar dus achter. Mm-hmm. Maar wij waren dus 18. Ja, en dan komt dat veel, ja, dan komt dat toch wel heel vroeg binnen. Mm-hmm. En realiseer je ook wel dat dat leven wel dat zelf in de hand hebt. En dat je daar zelf ook iets moet doen. En dat je ervoor moet kiezen ook om het leven aan te gaan op een goede manier die bij jou past. Hè? Ja. Mooi. Je vertelt ook zo mooi over verpleegkundigen, vind ik. En ik had een beetje het gevoel dat. Met corona, corona, ik vind het zo...
de lockdown of de pandemie of whatever, is ook een beetje ijsvrij. Dat gevoel. Had jij dat ook van er gebeurt iets? En ergens... Had ik ook. Ja? Ja, had ik ook. Het is natuurlijk zo onwerkelijk. Ja, werkelijk. Zo onwerkelijk. Dit hebben we natuurlijk nooit, never, nooit meegemaakt. En wij zijn natuurlijk naoorlogse kinderen. En, dus we hebben de oorlog niet meegemaakt. Maar ja, weet je wat ik het zo aparte vind, is dat je dus totaal de controle over dit soort dingen kwijt bent. Dit had je ook niet kunnen verzinnen ook, hè? Dit is zo'n verhaal wat nu gebeurt. Dit, ja. Als je je leven al gestroomlijnd hebt, Dan kan je dus, dan is dit wel iets geks wat op je pad komt. Want, nou ja, dat kun je niet invullen. Ja, precies. Dat, ja, het is een verrassing ook, op een wonderlijke manier een verrassing ook, hoor. Ja. En ja, hoe ga je er dan mee om, hè? Ja, dat is net wat ik al vertelde. Wij hebben wel geleerd om meteen te schakelen. Oké, we gaan niet op vakantie. Nou, we hebben een leuk tuinhuisje gemaakt bijvoorbeeld. En we zijn gaan verven. En ja, ik heb het niet erg gevonden. Ik vond het eigenlijk wel heerlijk thuis. En Ineke, samen en niet te veel mensen om ons heen. Ineke, jij bent ook best spiritueel, toch? Of niet? Ja. Want daar ben ik vooral ook... Ik vind... inderdaad, mensen gaan of koken... Mensen gaan of koken, of ze gaan het huis verbouwen, of... Het geluid is niet echt goed, Nasmia. Ja, daar kan ik niks aan doen. We gaan gewoon door. Dan kan je niet... Oké. Ja. Zo gaan we het gaan blijven schakelen. ja, precies. Wat ik wilde zeggen was, hoe zit het spiritueel met je? Want jij bent best spiritueel, geloof ik. Ja. Is daarin iets veranderd? Of ben je meer ik ben al heel jong begonnen, hoor, met de ontdekking naar mezelf. Ja. Dus ja, ik ben eigenlijk al wel heel vroeg al, heb ik daar interesse in gehad. En ik ben eigenlijk altijd wel een beetje op zoek geweest. En ik heb ook wel verschillende leraar gehad. Ik ken Hans Lorenzius bijvoorbeeld ook goed. Maar ja, die is straks leraar, de gast. Dat is Douwe Tiemers. Ja, zo'n bijzondere man. En zelf heb ik mijn leraar was Douwe Tiemers maar. Tony Parkson ken ik. Heb ik ook wel een paar keer lezingen van gezien. En ik heb alles wat los en wat heb ik gelezen. Ineke, waar ik benieuwd naar ben, is wat in deze tijd, ben jij anders, ben je meer gaan mediteren, ben je erover gaan nadenken, ben je, als je de mensheid ziet met al onze angsten en conspiracy theories en de 5G en weet ik veel, wat heb je daar... Ja. Ja. Heb je daar iets mee gedaan met je spiritualiteit? Ja, ik lees die dingen natuurlijk ook. Ja, weet je, ik vind dus, weet je waar ik moeite mee heb, is dat alles zo buiten je gelegd wordt. Hè? Dus al die prikkels en alles en die schuldvragen van daar ligt het aan en daar ligt het aan, dat ligt allemaal buiten je. Maar buiten ben jij ook. Je bent ook buiten. Binnen ben jij ook, maar buiten ben je ook. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je op zoek gaat naar je binnenkant, naar je binnen. Meer naar binnen gaan en je niet laat afleiden door allerlei prikkels van buiten en schuldvragen van buiten. En inderdaad, ik lees die complottheorieën ook en... Ja, ik krijg er zelfs niet zo'n lekker gevoel bij. Dus ik laat het gewoon maar even gaan. Maar ik denk dat je vooral bij jezelf moet beginnen. En daar verandert de wereld al. Dat is mijn visie. Hè? Ik heb dat ook gezien. Ik heb ook kinderen. En het is ook allemaal niet even makkelijk geweest. Maar ik heb wel gezien toen ik zelf begon te veranderen.
En dat ook in mijn eigen gezin ging doorwerken. Dus ik heb de visie altijd, verander de wereld en begin bij jezelf. Dus maar naar binnen en blijf voelen. Ja. Ja. Dat is, dat is natuurlijk niet makkelijk. Maar je hebt helemaal gelijk. Blijf bij jezelf. En wat mij betreft ook vooral, loop niet weg van, als het kan, van wat je voelt. En alles is goed. Ja. Alles mag bestaan. Ja. Hè? Ja. Ook, ja, dat is voor mij ook zo. Ik ben niet bang of zo, angstig. Ik weet heus wel dat je het niet mag, dat je het niet mag veronachtzamen. Dat je er niet te makkelijk over moet doen. Maar het is wel een heel gemeen virus. Dat ik ook om me heen wel hoor en zie en heb gezien bij anderen. Dus het is niet gemakkelijk of dit is denk ik. Maar en je kan niet alleen maar doen wat je kan doen. Je kan niet meer doen, denk ik. En ik laat het een beetje. Ik ben iemand die dat dan toch maar een beetje laat gebeuren ook. Ja. Van, oké. Okay. Ja. Okay. Snap je? Ik heb het niet in de hand allemaal. De controle heb je niet in de hand. Wij zijn natuurlijk. Klopt. Ik wil je bedanken, Ineke, voor je tijd. Dank je wel. En de groeten aan je man, geloof heel ik. Heel leuk. Ja, dank je wel. En tot. Nou, hou je goed, maar het komt wel goed, geloof ik. Dat zit wel goed. Dag, Ineke. Ja, het komt goed. Jij dag. Ook succes, hè. Dank je wel. Dank je wel. Onze volgende gast is Moenier. Ja, daar is hij. Met net koffie en al. Nou, gezellig. Gezellig dat je er bent. Hoe werkt dit met de camera? Zo moet ik hem houden. Ja. Kan je jezelf zien? Hi. Hi, hi. Ja, fijn. Moenier, in tijden van corona. Yes. Liefde in tijden van corona. Gesprek in tijden van corona. Wat heeft corona jou gebracht? Jij moet een beetje met je microfoontje oppassen, merk ik. Ja, ik zit heel erg te prutsen met die camera. Sorry allemaal mensen. Nee, helemaal goed. Liefde in tijden van corona. Corona heeft mij gestript van alle zekerheid. Ik ben al mijn werk kwijtgeraakt. Alles, zelfs de klussen in het najaar zijn gecanceld. Dus ik leef met een volledig lege agenda. Gewoon nul op de meter staan. Een lege agenda voor dit jaar, voor volgend jaar, voor alle jaren erop. Mensen, I have all the time in the world. Ik was heel erg verliefd geworden op een vrouw. Ik ben dat nog steeds overigens, zij ook op mij. Maar beginnen met samenwonen in een quarantaine terwijl je elkaar net kent en pas date. Maar quarantaine dwingt tot bijna samenwonen of tot uit elkaar zijn. Bleek geen goed start van welke relatie dan ook. Je kan een prachtige aflevering op de Groene van lezen vandaag. Dus dat is ook wat je hebt gedaan, hè, in deze tijd. Dat je... Ja, dus wat er gebeurt is constant loslaten, vertrouwen, overgeven. En de hele tijd alleen zijn in een studio met mezelf. Hoogstens af en toe vrienden op sociale afstand zien. Dus het is heel veel me-time. Maar ik kan niet zoveel met die me-time. Dus wat ga ik doen? Ik ga maken, ik ga dichten, ik ga bidden. Ja, precies. Wat doe jij? Ik heb je helemaal niet kunnen introduceren. Je bent nou inmiddels weer theatermaker, speler, maar vooral schrijver. Ja, vertel even. Ja, journalist. Oh, ik maak van museumexposities tot theatermaker, tot correspondent. Ik ben een soort allround reiziger van de ziel, reiziger in het leven, reiziger door de wereld. En dat is dus allemaal stil komen te staan. Dat reis staat stil. Het is nu bewegen in een vierkante meter. En bewegen in mijn binnenste. En maar voelen en maar zoeken. En in de reis die ik nu maak, die ik altijd maak, maar die verhevigd is, is mijn reis met God. En naar de ware betekenis en essentie van de dingen. En in het alles verliezen
ging ik praten met vrienden. En ik besefte al heel snel dat door de stilstand die niet door iedereen, maar door een deel van de bevolking wordt ervaren, er heel veel reflectie loskomt. Maar dat iedereen op zichzelf, op zijn eigen eilandje loopt te reflecteren. En ik probeer in een reeks voor de Groene Amsterdammer, die Reflecties in tijden van corona heet, al die losse inzichten aan elkaar te verbinden. Zodat we samen kunnen bouwen aan een nieuw gesprek, aan een noodzakelijk nieuw gesprek. Ja, en ik bedoel, deze toestand is, nou ja, hoe oud is het? 2 maanden? 2 maanden, maar de impact zal heel lang nog voelbaar zijn. Voor heel veel mensen. Ja, en wat ik zo bijzonder vind aan jou is dat je heeft die interviews gemaakt. In het najaar komt het boek uit van die interviews. Ja. Je bent inmiddels op de zondag een soort spreekreeks begonnen. Een dienst begonnen. Ja. Want je gelooft in God en je bent christelijk. Ik ben christen, maar ik geloof in God en ik heb een relatie met God. Ik zeg altijd, het gevaar voor mensen is om religieus te zijn, niet gelovig, om godsdienst te kennen en niet God. Dus ja, voor mij is Jezus de Zoon van God en dat maakt mij christen. Maar in het spreken over God, verbind ik mezelf met islam, het jodendom. Overigens heb ik ook de imamopleiding gedaan. Ik heb alleen nooit de geloofsbelijdenis uitgesproken. Dus mijn vrienden noemen me ook wel Mufti Munir of de christelijke imam. Hallo Akbar. Ah, ik wist niet dat je dat had gedaan, meneer. Ik heb zoveel levens geleefd, Nesme. Je wilt het niet weten. Precies, precies. Nou, wat dat betreft hoort het corona-hoofdstuk er ook wel bij. In de zin van, ik voel wel dat ik voorbereid ben voor deze crisis. In die zin dat ik zo vaak alles heb moeten loslaten. Inclusief zelfs mijn lichamelijke vorm. Dat ik dus ook... Dat mogen mensen googlen. Dus dat ik zo los heb gelaten, identiteiten keer op keer moeten loslaten, zekerheden, werk, familie. Ik heb een tijd lang geen contact met mijn familie gehad, met mijn ouders. Dus dat het nu niet weten, want het is echt een heel groot niet weten voor ons allemaal, mij niet heel erg beangstigt. En ik heel erg zoek en voel van, oké, God, waar zit wel de beweging, waar zit de stroming? Dus terwijl ik aan de ene kant dit gesprek begin en zeg, ik ben van alles gestript. En het is echt zo. Ik heb echt geen idee waar ik de komende maand mee bezig zal zijn. Wat ik ga doen of de komende maanden of het komende jaar of de jaren zelfs. Alle grote plannen, alle projecten, strepen doorheen. Is er al wel weer iets nieuws aan het ontstaan. Namelijk deze reflectiereeks. En elk gesprek voelt echt als therapie. En als een stuk gezamenlijk soul searching. Dus ik kan ook niet zeggen van ik ben iemand aan het interviewen en dat is allemaal. Het is echt ook een heel diep graven met mezelf en echt praten en delen en zoeken. Een voorbeeld, in een van de gesprekken spreek ik met een dominee, die aflevering verschijnt nog. En hij heeft mij een pastoraal gesprek gegeven en vervolgens heb ik hem een pastoraal gesprek gegeven met de vraag, wie zorgt er eigenlijk voor de dominee? Heeft de dominee misschien wel niet een behoefte aan een pastoraal gesprek? En ben je nu... Ben je nu meer diepere gesprekken aan het voeren met mensen? Ik hoor ten eerste jou zeggen dat er in het wegvallen van alles en en de ruimte die er ontstaat, dat eigenlijk een soort zegening is, omdat er nieuwe inzichten komen. Mm-hmm. En tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen, ik heb letterlijk echt gesprekken met mensen. Ja, ik heb nu de diepste gesprekken die ik ooit in mijn leven met mensen heb gevoerd. Ik denk omdat mensen de noodzaak en de urgentie heel erg voelen van het praten over waar zijn we mee bezig? Waar leef ik voor? Waar gaan we naartoe? Zie ook bijvoorbeeld enorme toename aan online kerkdiensten die gestreamd worden. En er is echt een schreeuw om zingeving en spiritualiteit, juist nu. Maar ook omdat mensen tijd hebben, stilstaan en ook voelen van wow, eigenlijk dat uit eten en dat maar uitgaan en party en festivalen, ja, we missen het. Maar wat doet er nu echt toe? Lichamelijk contact of jij en ik in een echt gesprek. En wat dat betreft kunnen we het hebben over social distancing, maar we waren al hartstikke social distanced. Deze samenleving leefde compleet uit elkaar. We leven nu in fysieke distancing. En die maakte social distancing die er al was
pijnlijk voelbaar. En daarom willen mensen nu juist contact daar waar ze het eerst heel angstvallig meden. Ja. Ja. Dit is hoe ik het ervaar en zie in ieder geval. Ja. Ja, mooi. Mooi, mooi gezegd. Wat ga je als eerste doen als we allemaal weer dicht bij elkaar mogen komen? Knuffelen. Heel veel knuffels uitdelen. Heel veel oxytocine creëren met elkaar. Heel erg vasthouden. En dan weten hoe erg ik dat heb gemist. Want je kan wel een soort heimwee of gemis hebben. Maar mijn ervaring is, dat heb ik ook altijd met als ik in Egypte kom. Mijn vaderland. Dat wanneer ik in Egypte kom en ik ruik de lucht. Dan weet ik pas echt hoe erg ik het heb gemist. Ik mist het al. Maar niet... Ik kon het gemist niet helemaal toestaan. En ik denk dat wanneer die aanraking komt, dat het gewoon fysiek pijn gaat doen. Khalil Gibran, de Libanese dichter, noemt dat ook wel de pijn van te veel tederheid. Ja. Ik denk dat we heel veel pijn van te veel tederheid gaan voelen. En tegelijk misschien eindelijk klaar zijn om het te ontvangen. Mooi. Dat hoop mooi ik althans. Gezicht. Mooi gezicht, meneer. Dankjewel voor je... Ja, de predikant in mij is volop bezig. Hey, zeg eens even, als mensen denken, hey, ik wil wel elke zondag een moderne overpeinzing horen, preek horen over het hart of de ziel, wat kan je vinden? Dan moeten ze even naar Facebook gaan, Monier Samuel of MCT Samuel, ook op Instagram, dan vind je alles. Oké, okay. En elke zondag heb je een vast tijdstip? Nee, ik plaats hem gewoon in de ochtend zo rond 10, zodat mensen het kunnen kijken als alternatieve Ramadan-overdenking en kerkdienst. Te gek. En onder andere vandaag in De Groene, een nieuwe reeks in je reeks gesprekken in coronatijd. Op groene.nl, ja. Op groene.nl kan je ze allemaal lezen. Dankjewel, meneer. Yes, bedankt. Dank graag gedaan. Dag. Zo, Tesse. Is hey Tesse, hallo. Wauw, jij zit. Waar zit jij? Jij zit lekker in een caravan of een camper? Wat is het? Ik zit in mijn camper. Ja, kan ik ook het? Wil je het zien? Ja, graag. Ten eerste, Tesse, wie is je vader, wie is je moeder? Wie ben jij? Wie ben ik? Wow, ik gooi mijn telefoon viel. Ik ben nu helemaal niet gewend hoor. En ik zie mijn bed natuurlijk mee te kijken en die lacht zich op. Oh, nee. Zo. Hoi. Hoi, hoi. Ik ben er. Ja, je bent er. Mensen willen altijd weten, naar wie kijk ik? Wie, waarom zit zij hier? En jij, Tesse, woont nu inmiddels niet meer in Nederland, maar in? Op het moment in Portugal. Precies. Want jij bent gewoon, jij hebt gedacht, ik ga gewoon lekker het avontuur aan. Ik wil gewoon anders leven en dat ga ik doen. Right? Exact. Ja, zo is het. Ja, en nu zit je dus in je camper. Ja. Mogen we het toch zien? Wil je dat? Ja, ik ga het proberen, maar het is nu een rommeltje, want de koffie ligt overal. Ja. En dan moet ik zeggen, ik ben hier de afgelopen week niet, of de afgelopen anderhalve maand niet zo heel veel geweest. Vanwege corona. Ja. Dus, nou ja, hier. En dan heb ik hier nog een bed. Dakraampje. Ja. Oh ja. En, het is wat. En daarachter is ook het bed eigenlijk. Nog een slaapkamer. Wauw. Dus hier is dan nog een slaapkamer en een badkamer. Wauw, wat luxe. Ja, het is ontzettend luxe. Het is een soort van, ik kan het je van de buitenkant laten zien. Dan denk je een beetje. Ja, dat is hem. Wauw. Fantastisch. Te gek zeg. Echt te gek dit. Mooi, heel mooi. En dit is waar jij dan in zit. Woon jij hier nu? In de camper, ja.
Oké, okay. Maar daarvoor zei je, zat ik daar niet, want vanwege corona, was dat jij toen? Ah, nee. Nou, zo opgeruimd. Mm-hmm. Nou, ik heb een vriend die woont, ik zit nu eigenlijk op de berg, laat ik het zo zeggen. En mijn vriend die heeft de vallei. Dus, ja. En de afgelopen maand, anderhalve maand is het denk ik. Ja. Was het toch van nou, of binnen of buiten blijven. En qua campers, dat is het meer eigenlijk. Normaal sta ik of op het strand of op een, nou ja, waar ik wil. En ze hebben nu alle stranden afgesloten. Het is nu weer open, maar het wordt gewoon heel onhandig om waar dan ook te staan. Dus ja, dan is het niet verkeerd om even 2 maanden in een vallei te zitten. Ja, dat is ook geen probleem. Nee, nee, zeker niet. En heb jij... Ah, dat is nou weer, dat is leuk. Sorry? Ik zag mezelf alleen. Ik zie alleen mezelf. Dat is heel ongemakkelijk. Is dat zo, ja? Nu zie ik jou, dat is beter. Hoi. Maar nu wil ik jou zien weer. Maar goed, daar hebben we geen keuze. Dat doet de regie dan. Dat is in ieder geval. Okay. Hoe leuk is dit? Ik bedoel, jij zit daar, jij bent gewoon huisje aan het spelen in je camper. Wij zijn hier televisie aan het spelen. We zijn eigenlijk met z'n allen gewoon lekker. Ik vind dat wel fijn dat alles een beetje zo uit het geëikte ding gaat. En dat je nieuwe identiteiten en nieuwe manieren van leven kunt aannemen. En weet jij voor corona, had jij sowieso al een soort, ik ga mee met wat zich aandient en ik leef gewoon mijn leven? Of heeft deze tijd jou iets extra's gebracht? Ah, ik heb wel gewoon echt mijn leven geleefd. En qua, ja, ik weet niet zo goed hoe het bij jullie is, om heel eerlijk te zijn. En ik moet ook eerlijk zeggen, je hebt geen idee van de wereld gewoon. Zo lekker. Ja, nee, het is niet waar. Ik tuurlijk wel. Alleen, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook wel de dingen die me niet persoonlijk aangaan, die probeer ik dan ook wel buiten te houden, want ik kan het toch niet verhelpen. Mm-hmm. Kan er toch niks mee. En ja, ik heb eigenlijk best wel genoten. Als ik alleen al denk de eerste week nadat er geen vliegtuigen vlogen. De kleuren waren feller dan ooit. Ja. En de lucht was helderder. Alles rook sterker. Ja, dat is waar ik zit. Mm-hmm. Ja. Dus... Hoe was het dan voor jou om ons dan... ik bedoel, voor ons was het ook, ik kan het ook niet uitleggen, want iedereen, ik weet ook niet hoe het eigenlijk met de ander ging. Want iedereen zat thuis opgesloten, snap je? En je had alleen contact met elkaar via social media of via, via telefoon en zo. Even geen contact te hebben dan. Sorry? Vond je het niet, of jij, ja, ik praat dan nu met jou, maar ja. Was het dan niet ook heerlijk om af en toe even geen contact te hoeven hebben? Man, ik vond het sowieso heerlijk om thuis te moeten zitten. Weet je wel, want dat is dat is wat ik het liefste doe. En gek genoeg, ik heb bijvoorbeeld meer... ben ik met mijn familie aan het bellen. Een soort tik-tik op de deur. En zeggen, hoe is het met jullie? En gaat het goed? En met mij gaat het goed en doeg. Maar met mijn beste vriend Charles, waarmee ik voor corona bijna elke dag lange telefoongesprekken had, die heb ik in deze 2 maanden maar 1 keer gesproken. Want we hadden elkaar eigenlijk niks te zeggen. Ten diepste niet. Gewoon stil. En it's okay. Weet je wel? Dus
Bijzonder. Wat zijn je plannen? Kom jij nog naar Nederland of blijf je daar? Of? Plannen? Ja. Nee. Ik zag even ondertussen dat... Is de tijd op? Ja, de tijd is bijna op. Sorry. Jij blijft nog lekker daar, Tessa. Heerlijk. Ja. Het is, ik vind het ook inspirerend. Jij hebt het altijd al gedaan, maar ik vind het inspirerend om te zien, om misschien te denken, oké, why not? Ik ga dit gewoon doen. Leven in een camper. Ja? Ik heb het niet altijd al gedaan hoor, maar gewoon doen. Precies. Dankjewel Tessa. Oké, fijne dag. Doeg. Doei. Hoi. Hey Yeshim. Hallo. Hallo. Hoe is het? Hallo. Hallo. Leuk om je te zien. Ja, vind ik ook. Je bent, in beeld, hè? Dat, corona. Mijn haar, ik kijk of mijn haar goed zit. Corona. Gebruik je ons nou als spiegel, Yeshim? Ja, ik gebruik mezelf als spiegel. Hey, wat heeft deze tijd jou gebracht? Wat heeft deze tijd me gebracht? Nou ja, kijk, ik vond het een afschuwelijke tijd, vind ik nog steeds. Waarom vind ik het afschuwelijk? Kijk, één, sowieso als je mij thuis opsluit, ik ben toch een mediterrane vrouw, word ik doodongelukkig. En daarnaast zie ik vrienden en netwerkrelaties om me heen die failliet gaan, geen werk meer hebben. Dus ik word best wel geïrriteerd door mensen, merk ik, die dan zeggen, sorry dat ik het zeg, van die leuke yoga-miepen, die zeggen, het is zo'n fijne tijd. Ik heb zoveel nagedacht en zo zelfreflectie. En dan denk ik van, je kent geen mensen die echt failliet gaan, geen baan hebben, mensen, kunst en cultuur. Ja, ik vind het gewoon echt heel erg. Ik vind het gewoon best wel verdrietig. Daarnaast huiselijk geweld. Waar ik eigenlijk nu morgen mijn column over verschijnt, deel 2, is ook verergerd overal in de wereld. Weet je, want jij bent schrijver en columnist, Yeshim. Ja. Want waar schrijf je columns? Voor RTL Nieuws, ieder vrijdag. Ja. En morgen toevallig weer over de huiselijk geweld. Ik ben vorige week met Hugo de Jong en Olje meegeweest op bezoek bij een apotheek in Nederland. Waar nu een codewoord is gelanceerd, masker 19, voor vrouwen die in nood zitten. Die kunnen dan bij de apotheek een melding maken. Mm-hmm. Ja, dus dat soort dingen vind ik gewoon wel zorgwekkend. Dus hoe ik deze tijd ervaar is echt totaal niet positief. Nee, totaal niet. Nee. Je hebt ook een tijd met je moeder in één huis gezeten. Nog steeds. Oh ja. Zij gaat eind mei, als het goed is. Eind mei gaat ze weg, ja. Ja, als het goed is, dan weten we dat ook niet. Maar haar ticket staat nu op 28 mei. Maar we don't know. Mijn verjaardag. En ook haar verjaardag. Ja, vertelde je het. Leuk. En hoe was dat, leven met je moeder? Ook dubbel, denk ik, hè? Ja, of ook zwaar. Je kijkt echt naar achteren. Hoe is ze daar? Kan ik het maken? Weet je wat is? Mensen vergeten één ding. Kijk, er is een verschil. Of je in quarantaine zit in een huis met een tuin met 3 verdiepingen. Of een appartement in Amsterdam. Dus, en kinderen en moeder. Dus het is wel een uitdaging natuurlijk. Want alles wordt uitvergroot nu. Ieder irritatie of gevoel. Ja, het is wel echt pittig. Weet je, 2 maanden is wel te lang, vind ik dan. Ja, absoluut. Nee, het is, in het begin is het leuk, gezellig. Maar op een gegeven moment zijn er wel eens ruzieuitbarstingen geweest. Ja, zeker. Ja. En hoe los je dat op? Binnen. Binnen, dus. En heb jij een verandering gemerkt in je werk? En dat bedoel ik niet per se... er zullen misschien opdrachten zijn weggevallen. Mm. Maar ik bedoel eerder... je bent nu bijvoorbeeld ook corona-tv of zo aan het doen?
Ja, ja. Dat is inderdaad met Artie van Amerong en Rob Munt. Is dat inderdaad, doen we iedere dag, iedere ochtend doen we Corona Ontbijt TV. En dan is het eigenlijk met verschillende gasten of een ladies TV doen we ook. Misschien kunnen we jou een keer uitnodigen, Nas. Dat vind ik wel leuk. Oké, hoe vroeg is het? Want tegenwoordig met corona word ik heel laat wakker. Ik ga heel laat naar bed. Ja, ik ga ook altijd laat naar bed. Het is van 11 tot 11:30 ieder dag. Ja. Oké. <Okay. laughs> Hoe laat word jij wakker? Nou ja, vandaag inderdaad 10:00 en dat vond ik wel aan de vroege kant. Ja, ik ben een beetje bang nu. Nu we weten dat langzaam de dingen weer gaan, gaan opstarten, merk ik dat ik zelf een beetje. Je hebt voorpret, maar je hebt dus kennelijk ook voorstress. Ik heb een soort voorstress. Nou, dat ik denk, ik weet niet of ik die stamina nog heb, dat uithoudingsvermogen van rennen van hot naar haar. En ja. Ik bedoel, ik werk nu ook heel hard. Ik schrijf heel veel. Ik doe heel veel dingen. Ik heb heel veel deadlines nog steeds. Ik produceer heel veel. Ja. Maar ik wil niet daar ook nog bij trein in, trein uit, trap op, trap af. Wordt er nu al dat moe maak van. Je nu al moe van. Ja, ik merk vooral het tempo zat wel heel hoog. Heel hoog. Maar waar ik dus nu tegen kan, is dat alles zo langzaam is. Ja. Ik ben toen op mijn verjaardag ben ik met de kinderen naar Starbucks gegaan. Want Jasmin wilde een ijskoffie. We hebben 3 kwartier gewacht. 3 kwartier totaal voor 1 ijskoffie. Het gezicht van het meisje achter de balie was echt zo chagrijnig. Toen dacht ik van, overal waar ik kwam, waren winkeliers, personeel dan heel chagrijnig. Ik dacht, ik heb er gewoon geen zin in. Weet je, ik ga niet mijn geld uitgeven aan winkels die mij zo chagrijnig behandelen of mijn kinderen. En dat ik 3 kwartier moet wachten, dan maar niet. Dus ik heb nu iets van, dan maar thuis mijn koffie. Want ik heb daar geen zin in. Ik krijg er geen positieve energie van. En mensen, ik vind dat mensen heel erg, vooral in winkels, hè, gestrest en onaardig. En ik ben echt benieuwd als daar horeca open gaat, hoe je dan wordt behandeld. Ja, vind ik echt, dus daar kijk ik niet naar uit of zo. Totaal niet. Nou, ik ben dus je hebt ook een beetje opstartstress, merk ik. Een beetje, van tevoren. We gaan het zien. Ja, precies. En nog één heel kort. Hoe hou je het dan? Hoe zorg je ervoor dat je... Nou ja, of niet vol. Hoe zorg je er dan voor dat je afblijft? Of denk je... Oké, ik ben gewoon chagrijnig. Ga ik gewoon de dag door. Nou, ik ga gewoon door, ja. Ik laat bijvoorbeeld... Zodra de eerste vlucht naar Turkije is... Ik laat eerst mijn moeder gaan. Dan ga ik ook naar Turkije met het vliegtuig. Dus ik ga me niet... Ik ben dan echt weg. Ik wil de zee raken. Ik ga de zee inspringen. En ik ben dan weg. Dus ik heb dan iets van... Nee, ik laat me ook niet gek maken. Ik bedoel, anders werkt het gewoon niet voor mij. Dus ik wil nog wel de dingen doen die ik wil doen. En ik zie ook mensen... Het is ook corona, hè? En zijn de mensen ook gestrest. Maar daarbij denk je... ik ben daar op vakantie. Ja, ik ga zodra ik kan gaan, ben ik weg. Nee, serieus. Dus heb je ook foto's posten. Maar heb jij ook een ticket nu dan voor die 28e? Jij gaat ook. Nee. Dan gaat eerst mijn moeder en ik denk dat ik ergens in juni dan ga naar Bodrum. Ja, daar heb ik nu al zin in. En er is iets om naar uit te kijken en heerlijk. En een ijskoude zee inspringen en lekker zonnen. Heerlijk. Oh, heerlijk. Ja, dus zo hou ik het vol. Ja. Ja, te gek. Dus voor nu, in Amsterdam, hou je vol door te dromen van de ontsnapping aan dit alles. Juist, dat is goed gezegd. Inderdaad, ik hou dit vol omdat ik weet dat ik dan in juni wegga. Dan denk ik, oké, dus je volhouden. Oké. Volhouden, ja. Fijn. Dank je, Yeshim. We gaan... ik moet mee. Oké, nou graag. Leuk, gezellig.
elke dag dus ontbijt TV. Mensen moeten jou maar op je naam, Yeshim Jandan op Instagram en Facebook, dan kunnen ze het zien. Dankjewel Yeshim. En morgen je column bij RTL Nieuws over huiselijk geweld. Heel goed. Ja. Dank je, mooie vrouw, mooi mens. Jij een mooie vrouw. Ik word heel vrolijk van jou. Doei. Schat. Dag lieverd. Doei. Dag. Doei. Mensen zeggen, ons kent ons. Zelfs bij iedereen live worden allemaal mensen uitgenodigd die de presentator kent. Ja, die de presentator heel leuk vindt. En daar hebben we de volgende, Hans. Hey. Hi Hans. Van mijn bril af. Ook goed, Hans. Goed je te zien. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Nou, mensen, dit is Hans Laurentius. Hij vindt dat helemaal niet leuk, maar ik ga wel zeggen, dit is mijn leraar. Ik heb hem omgedoopt tot leraar. De teacher, hè? De guru, zoals je... in de leer. Ja, de guru vind ik ook een beetje overdreven eigenlijk. Ja, ik ook. Ik ga er niet zo van. Okay. Wat doe jij, Hans? Wil jij dat... Zo min mogelijk. Maar jij bent van de Advaita, toch? Ja. Van de Advaita-leraar. Ja, ik kan... Zeggen ze, ja. Dat zeggen ze. En kan je een beetje voor de leek... hoe leg je het aan mensen uit die vragen wat Advaita is? Ja, dat is een hele goede vraag. Mijn simpele is misschien dat normaliter zien we alles als afgescheiden. Dus ik en de wereld of... ik en de ander. Nou, dat is eigenlijk een soort standaard perspectief waarbij dus de identificatie heel erg bij de lichaam, geest of body-mind, zeggen we dan, ligt. Er is een ander perspectief mogelijk waarbij het eigenlijk meer als een geheel wordt gezien. Want zoals ik gisteren al tegen de redactrice zei, van als we daar even over na willen denken, je bent nog nooit zonder wereld of omgeving opgedoken. Dus altijd op het moment dat jij tevoorschijn komt, bijvoorbeeld als je net wakker wordt, om er iets te noemen, of als je heel hard gewerkt hebt, vergeet je ook jezelf. En je bent helemaal één met het werk en dan op een gegeven moment dan duik je weer op. Er is altijd een omgeving. Dus ik snap nooit zo goed hoe wij daar twee van maken. Mm. Dus er is het normale perspectief is, ik ben een losstaand ding in de wereld. Ja. Het advaitisch of non-duale perspectief is eigenlijk veel meer, ik en de wereld zijn niet twee. Ah ja. En op het moment dat dat optreedt, die verschuiving er is, dan valt er nogal wat van ons af. Qua stress of moeten voldoen aan of druk maken om corona of anderen of whatever. Nou, nu zeg je het zelf, of druk maken om corona. Dus ik begrijp van jou, deze tijd, is dat voor jou anders geweest? Heb je hem als bijzonder ervaren? Nee, maar er werd net al gezegd door Yeshim van, het hangt wel af van je omstandigheden. Dus als jij inderdaad in een klein appartement zit met drie kinderen en je kunt... er weinig uit, is dat anders dan zoals wij wonen. We hebben een vrij groot huis, een misschien wel enorme tuin. We wonen aan een bosrand. Mijn kinderen zijn al 25 en 27, dus die wonen niet hier. Dus ja, we hebben alle space om te doen wat we willen. En we hadden al nooit hele volle agenda's, want ik hou nogal van ruimte en tijd om dingen te doen, om te schrijven of te lezen of net wat. Dus wij merken weinig veranderingen. We hebben ook niet zo'n last van, zoals Nietzsche dat noemde, naastenzucht. Dus dat vind ik een mooie term. De behoefte om mensen te zien, bedoel je dat? Nee, dat heb ik niet zo. Kijk, voor mijn werk zie ik al wekelijks mensen. Hoewel de laatste tijd is de halve hoeveelheid sessies via Skype. En groepsbijeenkomsten kan ik nou ook niet doen, dus dan doen we van die Zoom-satsangs. Maar goed, er is voldoende interactie met anderen. En ik heb nooit zo de laatste 10, 20 jaar de neiging gehad om constant
in de bioscoop of de kroeg of met vrienden te moeten rondhangen. Dus het hangt een beetje van je... Ja, sorry? Dus voor jou en Kesha, je vriendin, is het vooral... Nou ja, jullie waren toch al redelijk geïsoleerd. En af en toe had je met je werk contact met buiten. Dus mm-hmm. Ja, dan kan ik me voorstellen inderdaad, in tegenstelling tot Jeshem, ja. dat er waarschijnlijk weinig is veranderd. Maar... Ja, erg weinig. Plus, ja, ik heb zoiets van sommige mensen hoor ik dan van dat ze niet naar buiten gaan. Ik snap dat niet. Nee, vertel eens. Waarom kun je niet naar buiten gaan? Nou, daar is corona. Ja, nou en? Ja, nou en? Je kunt je handen toch wassen? En je hoeft toch niet iedereen die je tegenkomt te tongen? Nee, maar misschien gaat iemand, het is overdraagbaar. Misschien heeft net iemand iets aangeraakt en heb ik het aangeraakt. Of... Ja, nou, maar dat hangt dus van de mate van angst af. En de mate precies, van, dit is van... wel, ja, dit is wel heel goed inderdaad. Want waar we het nu hypothetisch natuurlijk over hebben, is wat ik jou precies wilde vragen. Wat zou jij zeggen tegen iemand die, stel ik zou tegen jou zeggen, Hans, ik kan er niks aan doen, maar ik ben zo bang en ik heb zo'n last van angst. Mm-hmm. Nou, leren voelen. En dan zeg je, ga maar leren voelen? Nou, dat is een mogelijkheid als iemand daar echt iets mee wil. Het kan zijn dat iemand dan een troostverhaal of een zusverhaaltje wil, maar daar ben ik niet zo van. Maar je kunt wel leren gewoon ook daarin je niet los te zien van die angst. Dus daar geen twijfel te maken, dus ik en de angst. Nee, die angst is dan een onderdeel van me en durf ik die te ontmoeten of probeer ik hem er alleen onder te houden of in te ruilen voor een prettiger gevoel. Ik heb nooit zo'n zin om de hele tijd van dingen weg te moeten lopen in mezelf, zeg maar, waar het dan ook door veroorzaakt wordt. Dus ik voel het dan maar liever gewoon. Ja, maar dan kunnen mensen zeggen, nou laat ik die mensen dan zijn, hè? Dan kan ik zeggen, ja, allemaal hoela Hans, jij bent verlicht of zoiets, je bent in ieder geval heel lang bezig en bovendien, je bent ook al ouder, dus oudere mensen, they don't care, ik ben jong, het doet me pijn, ik wil dat niet. Ja, okay, en dan, dat kan. Ik vind het moeilijk, bijvoorbeeld. Ja, het is ook moeilijk, maar gitaarspelen is in het begin ook moeilijk en dat doet ook zeer. Maar je kunt wel leren, dus we kunnen gewoon leren dingen te doorvoelen of we kunnen bezig blijven met proberen onze zin te krijgen en ons goed te voelen. Want dat schijnt zo belangrijk te zijn. Ik voel me altijd goed omdat ik geen weerstand heb tegen wat er in me opkomt. En dus als er irritatie is, of spanning, of vermoeidheid, of whatever, dan ervaar ik dat gewoon. En omdat er geen weerstand is, duurt dat nooit zo lang. Dat zijn dingen die je kunt leren. Ik heb er zelfs een gratis dingetje over op mijn website staan. Dat is waar. Wat goed dat eerste je... Eerste hulp bij onvolwassenheid heet dat. Eerste hulp. Het is een gratis e-book. Heel erg aan te raden, vooral juist nu in deze tijd, ja, waar we te maken hebben met emoties en met angsten en met rouw misschien wel, al die dingen, relaties. EHBO, eerste hulp bij onvolwassenheid, het is gratis te downloaden en het is heel praktisch, hè? Want daarin vertel je eigenlijk... Het is maar 20 bladzijden of zo, dus dat is nog te doen. Daar hoor ik dan de stoere jongere versie van Hans die zoiets heeft van boeken lezen, bullshit, is maar 20 bladzijden, weet je wel. Ik lees liever dikke boeken, maar dit is heel to the point dingetje. Dat was ook de bedoeling ervan om het zo simpel mogelijk neer te zetten, omdat ik denk dat een gigantische hoeveelheid van de problemen, niet alleen nu, maar die mensen tegenkomen, komt gewoon omdat we niet leren hoe we echt iets voelen. Dus we laten ons ofwel meeslepen, of we gaan in het blokkeren van het gevoel. Weet je, of het vermijden ervan, van ik voel me ongemakkelijk en dan zet ik gauw de tv aan, of ik pak een biertje, of ik ga naar de kroeg, of weet ik veel wat. In plaats van er gewoon bij te leren stilstaan en te kijken hoe het zijn dansje wil dansen, zonder de hele tijd te willen ingrijpen. Als je dat ontdekt, heeft verder niks met verlichting te maken, maar wel met volwassenheid, naar mijn idee.
volwassen bent. En dat je dan nog niet kan als je 12 bent, dat snap ik wel. Maar als je een paar decennia rondloopt, come on. Ja. En anders moet je de rest van je leven een beetje voor allerlei emoties op de loop blijven. Of proberen die te vermijden. Dat gaat niet lukken. Nee. Ik noem dat dan een vluchteling in je eigen bestaan zijn. En dat is een beetje jammer. Wat mooi. Een vluchteling in je eigen bestaan zijn. Is dat ook deels... daar word je ook heel eenzaam van, hè? Lijkt mij wel. Ja. Of het omgekeerde. Van dat je de hele tijd moet uitreiken naar anderen om je goed te voelen. Ja. Waarbij je dus eigenlijk de ander van wie je zegt te houden gebruikt, net als een drug, om ongemakkelijke gevoelens uit de weg te gaan. Dus ik voel mij ellendig en dan ga ik gauw naar Jaap of naar Trus. Ja. Niet omdat ik Jaap of Trus wil zien, maar omdat ik dat gemakkelijke gevoel kwijt ben en wil. En dan zeg ik van, oh, ik kom zo graag bij je. Nee, je komt eigenlijk, als ik het lelijk mag zeggen, je emotionele afval dumpen. In plaats van het zelf op te ruimen. Ik deal er liever zelf mee. En dan ga ik naar jou toe. Of naar een vriend of whatever. Om samen te zijn. In plaats van je te gebruiken. Snap je? Ja. Wat ik zelf persoonlijk merk. Is op een gegeven moment ben je. Ben je bereid. En wil je echt heel graag. Niet meer weglopen. Niet meer wegstoppen. Niet meer. Right. Stiekem het aangaan, maar eigenlijk het veranderen. Maar ben je echt bereid? Je bent ook moe van het wegrennen. En van het vechten. Dus je denkt, oké. En dan heb ik het idee, eerst heb je ook... daarom is die EHBO zo belangrijk. Jouw gratis boekje. Omdat het zo handig is om handvaten te hebben. Van hoe pak je dat dan aan? Hoe moet je dat dan doen? Want je denkt, ja, ik verdrink erin. Of het wordt weer een verhaal. Ja, zeker. En dat treedt in het begin ook heel snel op. Hè, van onze weerstand om dingen volledig te voelen. Komt ook vanwege de angst om overweldigd te worden. Dus het zit heel sterk in ons systeem. Van ik kan het niet aan. En toen we heel klein waren, klopte dat ook. Alleen... We zijn niet klein meer. We zijn geen 4 meer of geen 8 meer. We kunnen het wel aan, alleen dat moeten we even ontdekken. Ja. En zoals met alle dingen van... In dat EHBO staan gewoon een aantal vuistregels. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat we er gewoon mee gaan experimenteren. Dus het hoeft niet volgens het boekje. Maar er staan gewoon een aantal ingangen in van... Kijk er eens op een andere manier naar en experimenteer er eens mee. Want we kunnen ontdekken dat we steeds weggelopen zijn of het bevochten hebben of geprobeerd hebben het te vermijden. Hebben we ooit geprobeerd het echt te ontmoeten? Dat was een van de dingen die ik moest inzien. Van, ik had alles geprobeerd. Het wegblowen, wegzuipen, constant naar de kroeg, constant naar concerten, weet ik veel. En op een gegeven moment zie je van alles wat ik gedaan heb is gewoon weglopen. Ja. Het enige wat ik nog niet heb gedaan is niet weglopen. En was dat eng? Ja, maar ja, ik was toch al bang. Dus dat het eng is, is geen argument. Precies. Mooi, Hans. Ik wil je ontzettend bedanken. Ik ben nu al helemaal happy door dit gesprek en door jou te zien. En stevig, voel ik me. Mensen kunnen naar jouw website hanslaurentius.nl. Je bent ook heel goed op YouTube vertegenwoordigd met allemaal films over satsangs, met al dit soort vragen van mensen en dat je daar antwoord op geeft. Mensen kunnen via Zoom of Skype een afspraak met je maken als ze ergens hoog mee zitten. En sowieso YouTube helemaal gratis, satsangs en de EHBO helemaal gratis. Te downloaden op hanslaurentius.nl. Dankjewel Hans. Ja, en, dankjewel. Ik zie je over 2 weken. Ja, super tof. Yes, vind ik ook. Alright. Hey, succes. En met alles. Dat doe ik. Dag lief. Hoi. Hé, wat een heerlijke afsluiting van de dag. Ik wil jullie ook
blijf kijken. Zometeen komt er een fantastisch uur bij. Ik zit... Hey Martin. Ja, hi Masmir. Hey, je hebt ook roze aan. Wat mooi. Ik ook. Ja. Maar die is wel mooier. Vind ik dacht, laat ik mijn vrouwelijke kanten zien. Ja, heel goed. Heel goed. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in, ja. We hebben een mooie gast, Erik van Eerdenburg van het Lowlands Festival. Oh, hey, ik was benieuwd, ik heb niet je hele uur gehoord. Wat is voor jou de meest positieve les uit deze coronatijd? Dat ik heel goed met mezelf kan zijn en dat ik niet bang hoef te zijn voor mezelf. Wat ik kennelijk wel was. Okay. Voor al mijn kronkels en voor al mijn... Voor de eenzaamheid of wat je ten diepste voelt, maar niet wil toegeven of zo. Of waar je toch van weg wil lopen. Ja. En dat het oké is. Dat het heel leuk is met mij, om met mij te zijn. Nou, dat is een mooie les. Ja, en voor jou, als ik vragen mag? Dat bepaalde dingen die eerst belangrijk leken, toch wat minder belangrijk zijn als je even stilstaat bij de tijd. Dus ik heb daar, uiteindelijk weer een goede, nog betere focus, laten we het daarop houden, een nog betere focus op mijn leven van gekregen. Prachtig, ja, ja. Heel mooi. Ja. Hey, ik wens je ontzettend veel plezier. En ga kijken. Ja, dank je. Doei. Dag allemaal, na al deze wijze lessen. Welkom bij Behind the Music. Wat gaan we deze week doen? Vorige week hadden we Jack Poels in de uitzending, een artiest. Deze week geen artiest, maar wel iemand die heel veel betekend heeft, en nog steeds betekent, voor de muziekindustrie. Dat is Erik van Eerdenburg, de festivaldirecteur van Lowlands. Lowlands is al jarenlang een toonaangevend festival in Nederland. Op Pinkpop zie je grote mainstream artiesten. Lowlands richt zich meer op de nieuwe opkomende artiesten en de grote namen met een scherp randje. Een ander verschil is dat jouw bezoekers voor Lowlands alleen een kaartje kunnen kopen voor 3 dagen. Dus je komt echt in, je gaat je echt 3 dagen onderdompelen in de Lowlands sfeer. De eerste editie was in 1993. En het vindt traditiegetrouw plaats in het derde weekend van augustus op het Walibi-terrein in Biddinghuizen in Flevoland. Er komen ongeveer 60.000 mensen op af die dus 3 dagen gaan genieten van allerlei soorten muziek en kunst en cultuur. Mooie woorden die ik heb gesproken, denk ik. Alleen, ja, je kunt het nog beter zien als je een mooie video erbij ziet. Dus we hebben een fragment gepakt van een mooie Lowlands aftermovie van 2 jaar geleden. Why waste any more time? Silly, silly, you like what we got going on. I can't take it. You keep leading me on. You're so evasive, but you never stay gone for long. You don't wanna ride, need to ride there. Why you acting like you don't care? Why you wasting my taking my time? Run away, then coming back around. Every other night, I can't take it. Guess the chase is half the fun, and I really hate it, but I can't make myself stop. Sorry to mislead you. I'm growing, I'm not here to feed you. Keep thinking that I'm stupid. I'm hot, you are human. Your bestie wants me naked, yeah, he thinks that I'm the cutest. I'm mad, I'm affected, howling at the moon. Mama said it's coming, yeah, this must be 22. I'm in 2 different dimensions, I'm running out of juice. He said that he could eat me up, he wanna rendezvous. Lowlands, mooie beelden. Mooie beelden van de Alfa-tent van bovenaf, de nieuwe Alfa-tent. Erik van Eerdenburg, ja, wie is Erik van Eerdenburg? Erik van Eerdenburg is sinds 2000 de directeur van Lowlands. En heeft het festival eigenlijk na een aantal zoekende jaren, begin 2000, uitgebouwd tot het zomerfestival dat het nu is. Erik heeft zijn naast muziek ook sterk gemaakt van duurzaam karakter en een bredere culturele programmering.
Ook is hij al 10 jaar te zien in de mooie rondleidingsvideo's, die een aantal dagen voor het festival worden gepubliceerd, die een mooi inkijkje geven in waar het komende festival zich op richt en wat er nieuw is. We hebben een kort fragment van een mooie rondleidingsvideo. Nou, daar gaan we weer. Ik heb een extra hobbelige weg uitgezocht natuurlijk voor jullie. Dat de cameraman het lekker moeilijk heeft. Nou kijk, we staan hier nu eigenlijk bijna helemaal achter op het veld. En vorig jaar vond ik dat het, als je hier achter stond, dat je het podium net niet genoeg zag. Zeker zo'n eerste keer dan denk je van oké, wat werkt wel, wat werkt niet. Ja. Nou, dat ding werkte gewoon 99% denk ik hartstikke goed. En we zijn nu aan het kijken, als we hem nu 40 centimeter omhoog doen, of het dan de ervaring voor het publiek nog beter is. Erik. Hey Martin. Dag Erik. Hoe gaat het met je? Nou, wel goed. Na omstandigheden redelijk wel, zeggen ze. Ik vind het, als ik deze beelden zie, dan vind ik het natuurlijk verschrikkelijk dat we dit jaar niet mogen. En dan denk je, 2 jaar geleden was dit gewoon normaal en nu is het levensgevaarlijk. Ja. Dus dat is wel, even een schok. En ik voel me er eigenlijk heel gelaten onder, Martin. Het is iets wat helemaal buiten onze controle is, waar we ook niks aan kunnen veranderen. Dus wat zal ik, weet je, wat zal ik me druk maken? Ja. En natuurlijk maak ik me af en toe wel druk en ga ik door het plafond, want ik kan mijn energie niet kwijt. Normaal gesproken is het een van de drukste momenten in het jaar. Ja. Dan is het hele programma bijna klaar en is het allemaal de laatste eindjes aan elkaar knopen en komen we echt in de stemming. En dat is even wennen, moet ik je echt wel zeggen. Ik heb ook wel een traantje gelaten. Destijds, toen het allemaal net bekend werd dat we tot 1 september er niet konden zijn. En nu proberen we gewoon de moed erin te houden, in het hier en nu te leven. We hadden geloof ik net een boeddhistische Hans Laurentius. Ja. Nou, hier en nu, geef je over, niks aan te doen. En dat doen we dan maar, hè. Ja, helemaal goed. Voor de mensen die kijken, jullie kunnen ook vragen insturen. WhatsApp naar 085-060-0345. Dus stuur je vragen in, dan gaat Erik die beantwoorden. Tenminste, daar ga ik vanuit, als de vragen niet te moeilijk zijn. Jij zei van, ik heb een traantje gelaten. Wat was hetgene wat je het meest mist of gaat missen? Wat kun je dat gevoel omschrijven? Nou ja, kijk, wat ik nu het meest mis is gewoon de energie en de interactie tussen de mensen waarmee je werkt. Ik werk natuurlijk met heel veel hele creatieve, enthousiaste, positieve, optimistische mensen die gewoon iets willen maken, iets willen brengen, iets. En daar krijg je zelf ook energie van. Daar heb je ook gewoon live contact mee en niet via Zoom. Nu wordt er veel gevideoconference op allerlei manieren. En dat is allemaal toch een beetje surrogaat nu. Ja. Wat ik het meest mis is. Ik denk dat ik samen met de 60.000 mensen die al een kaartje hadden gekocht. We waren al uitverkocht. Dat we gewoon met z'n allen even heel hard moeten slikken en teleurgesteld zijn. En dat het besef toen minister-president Rutte zei van tot 1 september geen evenementen, dat we allemaal beseffen, dit is het verstandigste ding wat we nu kunnen doen. Maar het doet natuurlijk wel ontzettend pijn. Ja. Voor jou, zeg maar, hoe gaat het met Lowlands? Jullie kunnen een jaar niet plaatsvinden. Dat heeft geen consequenties voor de komende jaren? Nou ja, kijk, het is natuurlijk. We waren al flink onderweg met alle commitments die we afgegeven hadden aan artiesten. We hebben personeel in dienst, we hebben auto's rondrijden, we hebben kantoren, we hebben mensen die we al hebben laten werken, ZZP'ers die voor ons werken, programmeurs, freelancers, noem het allemaal maar op. Dus we hebben een flinke financiële duw, krijgen we.
Dus we lopen flinke blikschade op, maar we zijn niet totaal los. Zo moet je het een beetje zien. Ja. Het is allemaal wel weer in te lopen, mits we ook volgend jaar wel echt kunnen draaien. Ja. En dan gaan we vanuit. Ja. Ik krijg nu al die eerste kijkersvraag binnen. Laten we het gewoon een mooie mix houden van spontane dingen en een programmaatje wat ik ga maken met een aantal beelden die ik had opgevraagd. Dezelfde artiesten, dan komt hier een vraag binnen, komen dezelfde artiesten volgend jaar? Hoe zit dat? Of is deze programmering gewoon klaar en geweest? Nou, een aantal zullen zeker weer op tour gaan en hebben al gezegd dat ze terug willen komen. Er zijn er ook een aantal die het nog niet weten. En er zijn ook een aantal waarvan wij het nog niet weten. Het is een beetje een mix. Er zijn altijd... Kijk, je moet je voorstellen dat heel veel artiesten die nu... dit jaar wilden toeren... die hebben mogelijk volgend jaar geen plannen. En er zijn ook... We moeten ook een beetje opportunistisch zijn... dat waar we de vorig jaar niet uitkwamen... met artiesten of dat je denkt van nou oké, dan die maar, hè, dat heb je natuurlijk ook wel, ja. Dat mogelijk nu zelfs beter wordt, omdat er eigenlijk twee lichtingen in één keer gaan toeren. En tegelijkertijd heb je ook commitments en bijvoorbeeld de Nederlandse acts die we hebben geboekt dit jaar, die zullen we allemaal weer opnieuw uitnodigen, omdat dat gewoon, ja, dat is gewoon een soort... steunen van de Nederlandse muzieksector. Nou, goed nieuws. En je zei van een aantal extra, weet je al van, is even teruggekomen. Welke buitenlandse extra kun je al zeggen? Nog geen, Martin. Omdat het allemaal nog niet 100% bevestigd is. Oké. Okay. Maar we gaan het wel zo snel mogelijk bekendmaken, zo gauw we weten dat we van deze... Maar daar wordt nu met mensen over gesproken. En ja, goed, het is 15 maanden voor het volgende festival. Dus het is een beetje vroeg om nu alweer in de zak te gaan blazen. Ja. Nee, oké, dat zou kunnen. Wat ga je zelf doen in augustus nu? Ik ga in ieder geval niet op vakantie naar het buitenland. Dat zit er waarschijnlijk gewoon niet in, omdat het niet mag. Ik heb een klein hutje op het strand van Texel. Dat mocht ook nog niet het strand op. Ik kom jou daar wel eens tegen, toch? Dat mag met ingang van volgende week mag dat weer het strand op. Nou, dat vind ik wel heel fijn. Daar ga ik vaak naartoe als ik gewoon lekker uit wil rusten. En dus lekker stil daar en rustig. Ik woon hier in Amsterdam, in Amsterdam-Noord, in een bos. Een klein stukje bos wat er nog overeind is en nooit mag verdwijnen. In een kanaal, in een woonboot. En ik kan hier zwemmen. En ik heb een tuin. En ik heb een bootje waar ik mee de grachten in kan. Dus ik vermaak me hier wel. Ja, klinkt goed. Een vraagje voor de... Lowlands wordt georganiseerd door Mojo. Jullie zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Ook in de muziekindustrie. Hoe zie jij zelf nu? Hoe zwaar heeft de muziekindustrie het? En gaat het nog krijgen komend jaar? Wat is jouw idee daarover? De hele sector heeft het heel erg zwaar, omdat er eigenlijk vanaf maart niks meer mocht en tot en met 1 september sowieso niks meer mag. Misschien dat dat zelfs nog wel uitgebreid wordt naar januari. Het zal in ieder geval tussen september en januari weer een beetje op gang komen dan, als het mag. Ja. En dan pas echt weer full force vanaf januari on the road zijn. Dat betekent gewoon dat er heel veel bedrijven die toeleverancier zijn, het heel erg zwaar hebben, omdat er gewoon geen omzet is. Ons bedrijf, omzet nul. De PA-bedrijven, de lichtbedrijven, de truckingbedrijven, de horecabedrijven die zich richten op mobiele, dus food trucks en evenementencatering, omzet nul. We hebben al gehoord in Nederland dat Ticketswap moet 75% van hun mensen ontslaan. Wij horen nu dat er een aantal horecabedrijven al faillissement hebben aangevraagd. We zien in Engeland, in Amerika, bij de grote agencies, dat heel veel mensen worden ontslagen. Of op tijdelijke non-actieve, dus een soort arbeidstijdverkorting gezet worden.
In Nederland heb je de NOW-regeling die nu zorgt dat mensen, dat de bedrijven in ieder geval hun mensen in dienst houden. Maar ja, er zijn natuurlijk veel meer kosten dan dat. Je hebt gebouwen, je hebt leaseauto's, je hebt overhead, gewoon die er nou eenmaal is. Dus het is gewoon eigenlijk niet uit te houden. Dus je moet gewoon echt een goede positie hebben. Dat je nog wat vet op de botten hebt. Of een bank die zegt van ja, je bent altijd een goede business geweest. En over een maand of zes zal je weer een goede business zijn. Hier heb je wat geld dat je moet lenen. Wat je kan lenen. En dat moet je dan daarna weer terugbetalen. Ja. Hoe belangrijk is het? Zeg maar, Mojo is natuurlijk een grote speler. Heeft waarschijnlijk wat meer vet op de botten dan andere partijen. Hoe belangrijk is dat de infrastructuur en de leveranciers het volhouden? Stel je voor dat jullie wel overeind blijven, maar een heleboel partijen om jullie heen vallen om. Is er dan nog wel te werken volgens het systeem waar je normaal werkt? Nee. Die bedrijven die zijn super belangrijk. Dat hangt natuurlijk allemaal zwaar aan elkaar. De bedrijven waar we mee werken, dat zijn natuurlijk gewoon hele professionele bedrijven die niet al per se de goedkoopste zijn, maar wel de beste zijn in hun soort. Daar werken gewoon hele goede mensen, die hebben hele goede spullen, die hebben hele goede bedrijfsvoering, waardoor als er iets stuk is dat het zo hebt weer gerepareerd of een ander ding daarvoor in de plaats gezet kan worden bijvoorbeeld. Dus daar maken we ons ernstige zorgen over. En tegelijkertijd, om ook maar weer dat te relativeren, die mensen die zijn er nog steeds. Die spullen die staan nog steeds in een loods. Maar die mensen die zijn natuurlijk het belangrijkste. En uiteindelijk zal het zo moeten zijn dat wij, als we weer mensen nodig hebben en die bedrijven nodig hebben, dat we die weer gaan inzetten. Dat is een soort fallback scenario wat je altijd in je hoofd moet houden. Oké, we gaan misschien enorm op ons bek met z'n allen. Maar we zijn er allemaal nog. Gewoon met onze professionaliteit en onze creativiteit. Dus dan moeten we gewoon oppakken met wat we moeten doen met wat er is. Ah, misschien moeten we met z'n allen een stapje terug. En dat is misschien ook helemaal niet zo slecht. Laatste vraag hierover. Er wordt gepraat over steun die KLM krijgt en dergelijke. Vind jij dat de overheid nog meer moet doen voor deze industrie? Of zeg je van nee, we houden onze boek zelf wel op? Nou ja, kijk, het is natuurlijk. We moesten er als eerste uit en we mogen er als laatste weer in. En dat is in het algemeen belang. Dat is het algemeen belang van Nederland. Ik vind dus dat het heel terecht zou zijn als we steun krijgen waar dat nodig is. En vraag me niet om de omvang daarvan. En vraag me niet. Maar ik zou dat wel terecht vinden dat daar serieus naar gekeken wordt. Ik zie ook dat iedereen staat gewoon te popelen om dit weer te doen. Om weer naar festivals te gaan, om naar evenementen te gaan. Ik woon in Amsterdam, als ik zie wat de behoefte is. Hè. Je hebt natuurlijk veel mensen op elkaar in vaak kleine woningen in Amsterdam met hooguit een balkonnetje. Dus de parken die zitten vol. Ik ben ook heel bang voor een tweede golf. Daardoor. Ja. Het is toch iets wat in de mensheid zit al zolang de mensheid bestaat, om met elkaar in interactie en dichter bij elkaar dan 1,5 meter een feestje te vieren, of het nou carnaval is, of een festival, of een bloemencorso, of je wilt met elkaar zijn. Hè? We zijn sociale wezens. En als dat nu niet kan, en daar gaat een hele industrietak die eigenlijk gewoon prima draaide, winstgevend was, belasting betaalde, mensen in dienst had, ja, dan mag je hopen dat daar met coulance naar gekeken wordt en dat er steun komt. Ja, oké, helder. Mensen die kunnen ook vragen stellen, 085 WhatsApp, 085-060-0345. Erik, niet alleen hebben we natuurlijk over deze vervelende situatie. We hebben ook een aantal fragmenten hebben uitgezocht
Het is bijvoorbeeld het eerste fragment dat we nu gaan bekijken. Dat is van Bon Iver, door jou uitgekozen, van 2007. Laten we eens kijken, dat was 2007. Dat is al 13 jaar geleden. Wat jij zo mooi vindt aan dit optreden. Ja, als je dit ziet, wat is het eerste wat je denkt? Nou ja, wat ik dacht is, wauw, wat was het goed. Ik stond aan de zijkant bij de monitortafel. Ik dacht, ik ga heel even kijken, want ik had die plaat wel al flink een aantal keer gedraaid. En ik vond het heel mooi. Zo mooi vind aan Bon Iver in dit stadium van hun carrière, is dat hij gewoon nog in zijn korte broek en zonder roadies en zonder... He, dat ze gewoon daar kwamen en met een enorme intensiteit speelden. Sinds die tijd is de man enorm beroemd geworden. En is ook heel erg aan het experimenteren geslagen. En hij is een beetje een deel van zijn publiek, denk ik, kwijtgeraakt. Omdat het... En aan de ene kant is het heel goed dat hij experimenteert. Aan de andere kant denk ik van... dat experiment kun je ook op een andere plek doen en even door laten rijpen. En dan, ik mis een beetje zoals het was, zeg maar. Ja. Bij de tweede plaat, in de tweede ronde, had hij al een veel grotere band. En dat vond ik ook waanzinnig. Heb ik een paar keer gezien. Eén keer in Parijs, één keer in Bonnaroo, dat is vlakbij Nashville. En één keer ergens anders nog, weet ik niet meer precies waar. En dat vond ik ook waanzinnige optredens. Maar deze in zijn kleinheid en nog door het gebrek aan geld, niet te veel productie, kaal, niet te veel elektronica erbij, vond ik het meest indrukwekkende optreden wat ik van hem gezien heb. Hij zei, zeg maar, je bent natuurlijk festivaldirecteur, je bent heel druk tijdens die drie dagen. Heb je ook tijd bijvoorbeeld om backstage een handje te schudden met bijvoorbeeld hem? Met je body? Nee, ik ben niet zo'n groupie. Ik ga niet naar mensen toe en zeggen van... pas als het vanzelf gebeurt. Hè? Maar ik ga niet... hallo, ik ben de directeur. En, je ziet dat gewoon eigenlijk... ik heb dat wel eens gedaan natuurlijk. En dan vind ik het altijd een beetje een soort awkward situatie opleveren. Van, oh god. En, een beetje obligaat praatje. Dus ja. Ik heb wel eens een artiest... Paolo Nutini, die was de telefoon vergeten in de kleedkamer. En die kwam helemaal zo dronken en stoned als een maleier. Kwam die productiekantoor binnen om 3 uur 's nachts. Daar heb ik dan een tijdje mee zitten ouwe hoeren bijvoorbeeld. En dat is dan leuk, weet je wel. En die kwam de volgende dag weer tegen. Die had nog niet geslapen. Die hadden ze ook nog uit een van de 8 banen van Walibi moeten halen. Waar ze naar boven geklommen. En... weet ik. Patti Smith heb ik wat mee te maken gehad. Dus er zijn wel wat mensen waar je af en toe mee ouwehoert eventjes. Ja. Maar het moet een beetje vanzelf gaan. Nou ja, helder. Er is vandaag een mail uitgegaan vanuit jullie. Kun je heel wat uitleggen zeg maar, wat er in die mail beschreven wordt voor de mensen die dat nog niet weten? Je bedoelt de mail van Ticketmaster? Ja. Het festival gaat natuurlijk gewoon volgend jaar plaatsvinden. De mensen die nu een kaartje gekocht hebben, daarvan hopen we dat ze zeggen van, nou, we willen dat kaartje houden, want we willen volgend jaar ook wel weer naar Lowlands. En je ziet eigenlijk in heel Europa dat Roskilde bijvoorbeeld, iets van 10-12% van mensen die gezegd hebben van, nou, ik wil liever een voucher voor andere concerten. Ja. Of ik wil mijn geld terug in een later stadium. Maar er is deze actie van Hold On To Your Ticket. Daarmee steun je eigenlijk, en het is een sectorbrede breed initiatief, het geld van je ticket, gewoon dat je een geldig ticket blijft houden, dat het geld niet eerst terugbetaald hoeft te worden. Want dan zouden er een heleboel organisatoren enorm in de problemen komen als iedereen tegelijkertijd zijn geld terugvraagt.
Als je dan toch liever een voucher wil, dan kan dat. En als je ook geen voucher wil, dan kun je uiteindelijk ook je geld terugvragen. Dat is eigenlijk de orde. Hè? En die is er vandaag uitgegaan, die mailing, omdat Ticketmaster, die heeft gewoon tientallen, honderden concerten waar ze geld voor, of tickets voor terug moeten geven, of vouchers moeten, of die dingen niet doorgaan op andere datum. Dus dat heeft even tijd gekost voordat dat helemaal op zijn pootjes terug. Ik heb een vraag van een kijker die een mail ook heeft gehad. Ik was benieuwd hoe de bezoekers, hoe jullie bezoekers daarop reageren. Hebben jullie al wat reacties gehad op nou ja. Ik heb, omdat hij er net uit is, ik heb daar eigenlijk nog niet zoveel over gehoord. De ervaring in heel Europa van andere festivals, zoals Roskilde bijvoorbeeld, las ik vandaag, dat de tickets die teruggekomen zijn, dat die onmiddellijk weer in de verkoop gegaan zijn en dat ze nu alweer uitverkocht zijn. Dat zullen wij ook doen. Op het moment dat ze terugkomen, gaan we ze ook weer gewoon in de verkoop doen. En ik verwacht eigenlijk, omdat Loons al heel snel uitverkocht was, we waren in 5 uur uitverkocht, dat het toch wel een hot ticket is, ook voor volgend jaar. En dat daar niet heel veel gebruik van gemaakt zal worden. En als dat zo is, ja, dan is dat zo. En dan verwacht ik eigenlijk ook wel dat we ze vrij snel weer zullen verkopen. Denk je niet dat volgend jaar bijvoorbeeld, je hebt nu als Jarretje was uitverkocht in 5 uur, speel je met het idee wellicht om het volgend jaar wat meer mensen toe te laten wellicht? Omdat de vraag is... Nee. Ik vind het, als ik op Loners rondloop, denk ik van nou, dit is wel goed zo. Ja. Dus dat vind ik wel prima zo, ja. Volgende fragment uit 2016, Ryex. Een beetje in de traditie, man met gitaar en dergelijke. Als Bon Iver, we gaan nu even kijken naar Ryex uit 2016. Ja, waarom is deze speciaal voor je? Het is eigenlijk... kijk, Ryex is de helft van het duo Howling. Eigenlijk is het een remix van een Howling-plaat... die eigenlijk veel mooier is geworden dan het origineel. Ryex is een hele goede zanger. En ik hou van... Ja, nee, als je Bon Iver en Ryex achter elkaar hoort, blijkbaar hou ik van huilende mannen. Hè? Ik weet het ook niet wat het is, maar het is heel, heel intens en heel emotioneel, net als Bon Iver. Ja. Wat ik juist zo goed vind aan Ryex is dat dat het eigenlijk allemaal heel elektronisch georiënteerd is. Dat het allemaal gearrangeerd is alsof je naar een dansplaat luistert. Maar dat het heel melodieus is en heel... Ja, de opbouw van de songs is gewoon heel zoals elektronische muziek dat doet. En in die zin is het een hele moderne artiest, vind ik. Veel moderner dan heel veel artiesten die gewoon een goed liedje maken. Ja. En dit is een goed liedje en het is heel elektronisch en het is heel erg van nu. En ik vind het een hele goede artiest. Heb jij zelf veel tijd überhaupt om tijdens festivals naar artiesten te gaan kijken? Naar optredens? Nee. Nee, je probeert het altijd wel, maar je hebt eigenlijk ook niet de rust in je kont om heel veel shows te zien. Om meer dan 1 of 2 nummers te zien. Eigenlijk, wat ik tijdens het festival vooral doe, is overal even mijn neus om de hoek steken. Om te kijken, is de sfeer goed? Wat we bedacht hebben, werkt het? Wat is de reactie op het? Dus je probeert eigenlijk een beetje de sfeer mee te pakken. Dat je overal een beetje over kan meepraten. Van ik heb dit een stukje gezien, dat een stukje gezien. Maar de details van een show of zo, nee, dat moet je me niet vragen. Omdat ik dat vaak niet weet. Ja, maar bij zo'n Bon Iver show, dan
blijf ik eigenlijk een beetje plakken per ongeluk. Dan heb ik niet echt iets te doen en dan vind ik het zo goed. Ik denk van ja, hier blijf ik nou even staan. En RyX bijvoorbeeld heb ik op langs helemaal niet gezien. Op een gegeven moment speelden ze op 3 december een keer in Tivoli Vredenburg, in de oude zaal van Vredenburg. En dat was toevallig mijn trouwdag. Toen ben ik met mijn vrouw daar naartoe gegaan. Ik vond het prachtig. Je zei van je proeft en dergelijke van wat je valt op. Ik ben benieuwd, vorig jaar 2019, wat was zeg maar, een soort onbekende ster die uiteindelijk daar heel erg goed opviel, muzikaal? Ja, Jezus. Nou, ik moet je dat antwoord even schuldig blijven. Ik kan me van vorig jaar opeens helemaal niks meer herinneren. Een ander jaar waar je zegt van, ja, die hebben we uiteindelijk uitgenodigd. En uiteindelijk, maar ook jaren daarvoor, waarin je zegt van, nou, wat bleek tijdens het festival, bleek dat echt een iets te zijn wat enorm ging leven naar aanleiding van het optreden en van de bus die ontstond. Nou ja, een van die bands is natuurlijk Tame Impala. Nu al 4 keer op Loons hebben gespeeld. De eerste keer is het namens opgemerkt door mensen die op het allerkleinste podium stonden. En ik stond daar toen naar te kijken en ik dacht van ja, dit is gewoon toch wel heel rare muziek in deze tijd. Maar wel heel fascinerend. En ik merkte dat ik na het festival die plaat bleef draaien en een paar songs als ik in een playlistje had gezet en iedere keer dat ze bleven opvallen. En ik ben toen enorm fan geworden van die band. En toen die tweede en die derde plaat kwamen. Ik dacht van, zie je, dit is toch echt een heel... Ja, en toen sloeg het ook echt groot aan. Hè. Het is nu een van de grotere... Van de meest belovende nieuwe grote headliners, zeg maar. Ja. En dat is eigenlijk heel raar, omdat die plaat gewoon... Die hele band die past gewoon helemaal niet in deze tijd. En toch zijn ze er big time. Dat is een voorbeeld. Oscar and the Wolf vond ik ook zo'n band waarvan je ziet gewoon, ja, dat heeft iets. En dat zie je een keer op het kleinste podium van Lowlands. Heb ik een stukje gezien dat ik echt tegen de boeker zei van, volgens mij wordt dat wel een aardige, dat vond ik wel wat, dat vond ik wel heel bijzonder. Dat had ik nog niet eens echt opgemerkt van tevoren, snap je? Ja. Dat is ook echt een grote band geworden. En zo zijn er natuurlijk talloze op Lowlands die je op die manier kunt ontdekken, ook als publiek. Waarvan je denkt later van, hey, die heb ik daar toen voor het eerst gezien. Of die zijn misschien wel al een keer in de club geweest, maar niet iedereen woont in Amsterdam. En niet iedereen kan naar het bovenzaaltje van Paradiso de hele tijd. Want dat is toch waar dat soort act meestal begint. Ja. En als je dan in Zwolle of Groningen of Limburg of Goes woont, dan mis je dat allemaal en dan ben je bij Lowlands wel op een goede plek. Ja. Ja, dat, een vraag van een kijker. Denken jullie überhaupt al na over een 1,5 meter Lowlands? Wat nu zeg maar de 1,5 meter. Is het niet waar je over nadenkt of zeg je van nou ja, we gaan volgend jaar gewoon uit van een normale Lowlands? We gaan uit van een normale Lowlands voor volgend jaar. Ik geloof niet dat een festival zoals Lowlands met een 1,5 meter restrictie kan bestaan. Dat kan gewoon niet. Punt. Ja. Wat wel mogelijk is, is mogelijk dat er meer hygiënemaatregelen zijn. Dat er op die manier nog een keer heel goed gekeken wordt. Er overal pompjes zijn, dat mensen overal nog even hun handen kunnen doen. Mondkapjes, het zal allemaal wel. Maar een 1,5 meter Lowlands bestaat niet. Ja. Waar we natuurlijk nu wel naar aan het kijken zijn, is hoe kunnen we dit jaar nog samen met onze mediapartner, de publieke omroep, VPRO 3FM, hoe kunnen we toch nog een andere manier van een festival doen wat recht doet aan Lowlands. Dus niet een paar concerten streamen of dat doet iedereen nu al. Gewoon hoe kunnen we dat nou echt een beetje op zijn Lowlands neerzetten. Dus dat is een van de dingen waar ik nu intensief mee bezig ben of ga. Ja. Kun je daar, hoe ver ben je daar al mee? Nee, nou zijn we nog net aan het begin. Dus ik kan je niks zeggen. Je bent ook echt een sukker voor primeurtjes, jij, hè? Nee, maar luister eens. Ik bedoel, dit is nieuws. Dit is toch positief nieuws? Dit is nieuws. Dit is nieuws, zegt hij dan. Ja, dit is nieuws. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, maar natuurlijk gaan we dat proberen, Martin. Hè?
Tuurlijk gaan we proclameren. Is het nog dit jaar überhaupt plan, denk je? Of dat, ja, dat is voor dit jaar, tuurlijk, ja. Voor deze zomer of voor na de zomer? Tijdens het Lonersweekend. Tijdens het Lonersweekend, helder. Goed om te weten. Andere vraag naar aanleiding, denk je, van het Bon Iver fragment. Dat is iemand die zegt, ik mis het oude Lowlands. Is er nog genoeg te ontdekken? Niet te veel mainstream. Wat is jouw reactie daarop? Ja, kijk, er is genoeg te ontdekken. Wat je ziet is dat mensen die... En ik neem aan dat dit een beetje een Lowlands-veteraan is, want die zegt, ja, ik mis het oude Lowlands. Wat ik vaak zie bij de Lowlands, 15 keer naar Lowlands gegaan zijn de mensen, is dat ze zelf vooral niet naar de kleine podia gaan om daar nieuwe dingen te ontdekken. Okay. En eigenlijk altijd teruggrijpen op de oude grote namen die toen klein waren en die nu groot zijn. Maar ieder jaar weer heb je gewoon een heleboel acts die een paar jaar later voor het eerste plan blijken te hebben gestaan. Ja. En die dan pas ontdekt worden. Dus het ligt ook een beetje aan de wat rijpere Lowlander, laat ik het zo zeggen, zo ben ik zelf natuurlijk ook. Dat je denkt van ja, waar is het ontdekken? Ja, het ontdekken is bij de kleine podia. Ja. Je ziet dat de oudere Lowlander, die vindt het lekker om ergens een biertje te gaan drinken, lang op het terras te hangen. En dan een paar grote shows te gaan kijken. En dan achteraf gaan ze zeggen van, ja, ik heb niks nieuws gezien. Huh? En ja, dat komt omdat je bij de biertent zat. Ja, ja, helder. We hebben een video binnengekregen van Lowlands fan Twan met zijn zoontje Teun. Ja, hij omschrijft zijn Lowlands gevoel heel treffend, denk ik. Daar gaan we even naar kijken. Wat vinden wij van Lowlands? Leuk, hè? Voor mij is Lowlands, ik ga dit uitleggen terwijl Teun op mijn schoot zit, maar voor mij is Lowlands een soort van het mekka. Want ik weet nog vroeger dat dan vrienden van mijn broer, die dan 5 jaar oud waren en heel, heel stoer waren, die vertelden dan, ja, als ik nog 60 gulden ergens nu vind, dan ga ik naar Lowlands, want daar komen live en gewoon allemaal toffe bands. Dus mekka. Herken je hem? Ja, ja. Twan van Opposit, ja. Ja. Ja, zij zijn altijd, je had de Opposites zouden dit jaar ook spelen. Ja. Is dat een, de Opposites, is dat een band bijvoorbeeld, ja, die hebben jullie meerdere keren gehad. Ja, wat vind je van, zij zijn heel erg Lowlands fan, merk je dat bij meerdere artiesten? Nou ja, dat de Opposites Lowlands fan zijn, dat weet ik, ja. Nee, ze hebben natuurlijk songs waar ze refereren aan Lowlands en... Als ze op loon spelen, dan gaat het dak er ook echt driedubbel hard af. Dus ik was ontzettend blij dat ze dit jaar dan op loon zouden spelen. Kijk, ze waren het jaar ervoor waren ze al op loon, in de Sexyland. Die is bijna helemaal afgebroken, omdat het zou een geheim optreden zijn. Maar natuurlijk zegt Willem of Twan dan toch, ja nee. En dat wordt dan even doorgeluld en niet verder vertellen. En je weet hoe dat gaat. En Willem die zou toen al optreden. Met zijn nieuw project natuurlijk. Dus toen dachten we, ja, gaan we niet ook de Opposites boeken? Want dat overstemt dan alles. Maar goed, toen gingen ze toch Appelsap doen. Toen gingen ze toch Pukkelpop doen. Dus er was al een heleboel overkokend schuim over de return van de Opposites. Dus we dachten, oké, dan geven we dit jaar een revanche. En dan gaan we gewoon op de Alfa en dan gaan we groot uit. En zoals ze dat eigenlijk vorig jaar met de staat gedaan hebben. En ik ben heel blij dat ze en fan zijn en ambassadeur zijn van het festival. En dat ze weer met elkaar spelen, dus dat is hartstikke leuk. En ja, en de vraag was, van zijn er meer bands fan van Lowlands? Nou, vaak niet zo enorm uitgesproken als de Opposites zijn. Maar het is vaak wel echt een mijlpaal. In de ambitie van een band om op Lowlands te staan. Ja. En dat is wel een big thing voor ze. En daar ben ik ook heel trots op, dat ze dat graag willen. En
Het nadeel van Lowlands is natuurlijk altijd dat we aan het einde van de reeks zitten en er ongelooflijk veel Nederlandse festivals zijn die lokale uitstraling hebben, hè, dus voor een provinciaal of een stad of een dorp of waar heel veel van die acts al spelen. Dus we zijn een beetje terughoudend met wat we wanneer boeken met Nederlandse acts, omdat we bang zijn dat er dan... Maar we proberen toch wel altijd een goed percentage aan Nederlandse acts een plek te geven. Zeker de acts die in de stroom van net nieuwe album uit nog niet 20 optredens gedaan. Dus dit jaar bijvoorbeeld Typhoon zou komen en Seth de Lisa die had een nieuw album uit. Dus ja. Voor mensen ook, jullie kunnen ook vragen stellen. 085-060-0345. Ik zei al in de inleiding dat jij, je hebt je sterk gemaakt voor een duurzaam karakter en een bredere culturele programmering. Als je terugkijkt, zeg maar, wat zeg je van, nou ja, dat is toch wel echt mijn eigen stempel geweest de afgelopen 20 jaar zou dit jaar zijn. Op het gebied van duurzaamheid? Nou, gewoon überhaupt van wat je zelf hebt toegevoegd aan hetgene wat je wil toevoegen aan Lowlands. Ja, Martin, ik weet niet, ik vind het zelf enorm lastig om mezelf allerlei dingen toe te dichten. Het is altijd enorm teamwerk, hè? Maar bijvoorbeeld dat we nu in november gaan we op al onze parkeerplaatsen 90.000 zonnepanelen neerleggen. Daar ben ik enorm trots op. Hè. Dus wij hebben zelf maar 1% van die stroom nodig om het festival te draaien. En dat is iets van genoeg voor 10.000 huishoudens wat er per jaar opgewekt gaat worden. En een goed voorbeeld van dubbel gebruik van de ruimte. Want dat stuk grond dat ligt daar maar. Hè, en er lopen wat ganzen en wat schapen te grazen. En een paar keer per jaar wordt het als parkeerplaats gebruikt. Dus nu wordt het als zonnepark ook gebruikt om carports daar neer te zetten. En we zijn aan het kijken hoe we dat hele festival daar ook op aan kunnen sluiten. Dat wordt de volgende fase. Ja, dat is gewoon 12 jaar geleden zijn we daarmee begonnen, Ronnie en ik. He, van dat, ja jongens, we moeten eens kijken naar onze duurzaamheid. Toen zijn we het helemaal gaan uit laten zoeken door een consultant die dat zei van, nou, wat gaan we doen met stroom, wat gaan we doen met mobiliteit, wat gaan we doen met afval, wat gaan we doen met voedsel, water en riool. En dat hebben we allemaal in kaart gebracht. En dat lukte maar niet om die grote klap te maken met die stroomvoorziening. Omdat het duur is, omdat het... En nu hebben we dan dat eindelijk voor elkaar. En daar ben ik gewoon ontzettend trots op. Dat we de grootste carport solar park hebben van de wereld. Ja. En dat je bij een festival op een fietsje gaat zitten. En dan gaat fietsen. En dan dat je een lampje kan laten branden. Ja, dat was 20 jaar geleden wel leuk. Maar dat moet je wat mij betreft nu niet meer mee aankomen. Hè. Je moet nu gewoon... echt grote dingen doen en laten zien dat het kan. Ja, wat je zegt, dat 1% van die energiecapaciteit die wordt opgewekt, is dat inclusief alle optredens, licht, PA en dergelijke? Ja, ja, ja. En waar gaat de rest naartoe? Is dat al ook zeg, toegewezen aan bepaalde... Dat wordt gewoon op het net gezet. Hè? En dat wordt verkocht. Ja. Om het maar even zo heel bot te zeggen. Ja, het is gewoon stroom te koop. Stroomboertje zijn we ook geworden. Ja, maar goed. Andere plannen, zeg maar, voor welke trends voorzie jij voor Lowlands en waar jullie zelf heen willen de komende 10 jaar bijvoorbeeld? Duurzaamheid was de afgelopen 10 jaar of 12 jaar. Ben je daar heel veel mee bezig geweest? Dat staat nu goed? Dat staat wel altijd op de agenda, die duurzaamheid. En dat is ook een ongoing proces. Daar waren we al 12 jaar mee bezig. En niet de hele tijd, maar dan komt er weer een nieuwe ontwikkeling. Maar ik pak het toch weer eens een keer op. We gaan het toch nog weer eens. Pas 2-3 jaar geleden kwamen we in contact met onze huidige partner daar in Solar Fields uit Groningen. Die zei van nou, zo en zo en zo gaan we het doen. En dan kan het uit. Hè? En zo kijken we ook naar mobiliteit. Zo kijken we ook naar andere oplossingen die we op het terrein nog kunnen verbeteren in die stroomvoorziening. Want die aggregaten die staan er dit jaar nog steeds of komend jaar nog steeds. Dus daar moet nog wel wat,
aan gedaan worden? Wat is de trend voor de komende 10 jaar? Dat ga ik je niet vertellen, omdat dat zit in mijn hoofd, in ons hoofd. De concurrentie luistert mee. En ik ga dus niet vertellen wat volgend jaar of het jaar daarna gaat doen. Helemaal goed. Dat zou je wel zien. Helder. En je zei die aggregaten, hoe zou je die ideaal gezien ingevuld willen hebben? Dat die weggaat? Gewoon eigenlijk vaste stroompunten, gewoon eigenlijk een groot bedrijfsnetwerk. Gewoon, ja. Dat je alles kunt afsluiten op de grid. Ja. Maar dan is het gewoon eigenlijk wel dat Biddinghuizen, dat terrein waar jullie nu zitten, dat blijft dan eigenlijk synoniem voor Lowlands dan? Ja, ja, ja. Oh ja, dat terrein gaan we niet weg. Ja. Ja. Je had hem al genoemd, samen in Theme in Pana, waar je al gevraagd naar bepaalde fragmenten van de afgelopen 20 jaar. Je gaf aan Theme in Pana, 2019. Daar gaan we nu even naar kijken. Had je deze wel gezien vorig jaar? Ik heb er een heel stuk van gezien, ja. 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 Ja, wat vond je van deze show, de vierde show, zeg maar, die ze daar op jullie gedaan hebben, als je het vergelijkt met de eerste show waar ze vandaan kwamen? Nou ja, ik vond het een waanzinnige show. En ik vond het ook in aanpak en in licht en geluid enorm gegroeid. En ook dat ze nog steeds trouw zijn aan zichzelf. Hè? Dus dat het niet ontspoord is naar een soort mega-act of zo, die alleen nog maar de bekende deuntjes speelt. Ik vond het gewoon een heel goed optreden. Ja. Je hebt ons eerder aangegeven dat het soms wat moeilijker wordt de laatste jaren om qua headliners, echte headliners te boeken. Is dat iets wat je. Is dat veranderd nu? Zijn er weer wat nieuwere headliners? Nou, eigenlijk zolang ik in deze branche werk, wordt er altijd gezegd van er zijn geen nieuwe headliners, er zijn geen nieuwe headliners. En dat is natuurlijk allemaal onzin. Uiteindelijk moet je gewoon durven nieuwe acts als headliner neer te zetten. Iedereen die heeft altijd de neiging om terug te grijpen op de oude waardes. En dat zie je vooral met de grote festivals waar de Bruce Springsteens en de Red Hot Chili Peppers van deze wereld. Ja, dat soort acts, dat is natuurlijk, die komen maar mondjesmaat tot dat niveau. Maar voor Lowlands is er eigenlijk gewoon, als je gewoon durft, is er gewoon voldoende nieuw aanbod, vind ik zelf. Zo'n Billie Eilish, die in 2019, die had ook als headliner kunnen staan. Ja. Alleen op het moment dat we haar boekten, wisten we dat nog niet. Het gaat natuurlijk af en toe super snel. Dat was een van de populairste acts van Lowlands op 2019, terwijl ze derde of vierde spot stond op Alpha. Het grote probleem wel is dat de agencies, als je roept headliner, hè, een festival waar 60.000 mensen komen zoals Lowlands, dat ze dan onmiddellijk beginnen te vragen om miljoenen, miljoenen, miljoenen. Ja. En dat is gewoon een groot probleem aan het worden. Ieder jaar meer weer krijg ik, moet ik gewoon bijna zo rond de 500.000, soms iets meer, soms iets minder, uitgeven aan mijn programma. En dat betekent dat ik bijna ieder jaar een tientje omhoog moet in mijn ticketprijs. En dat is echt niet mijn belang. Mijn belang is om zo goedkoop mogelijk een ticket te hebben. Want dan verkoop ik die kaartjes veel makkelijker. Hè? Dan klaagt niemand. Waarom? Het is helemaal niet mijn belang om een duur kaartje te hebben. Hè, dus eigenlijk zie je dat de afgelopen 10 jaar iedere prijsverhoging die er doorgevoerd is,
die is alleen maar naar de artiesten gegaan. En dat is wel een hele zorgwekkende ontwikkeling. Die agency- en managementwereld, die is heel erg aan het verzakelijken. En die is heel erg aan het... die krijgen allemaal een percentage van wat ze weten binnen te harken, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik echt zorgelijk. En zeker ook in de komende tijd die er nu aan gaat komen, waarin we, denk ik, toch 1 of 2 jaartjes als Nederland of als Europa met hogere werkloosheid te maken krijgen, met misschien lagere salarissen, met een moeilijke periode, dan vind ik zo'n ticketprijs vind ik echt een issue. Dus zal dat hopelijk ook bij de artiesten nu eens een keer beseft worden. Heb je zelf wel eens dat je... Wat is jouw jullie beleid? Heb je zo'n maximum bedrag wat je als Lowlands kwijt wil aan een headliner? Of is het gewoon per keer weeg je het af? Ja, dat laatste. Wat je eerst zegt ook, hè, van je hebt wel iets in je hoofd, maar of het lukt, is punt 2. Ja, dus dat is gewoon heel gemeen in mijn rol, dat ik zeg van, nou, PA, dat mag wel wat goedkoper, of jongens, dat moet scherper onderhandeld, en dat gaat dan over 10.000 of 15.000 meer of minder. En dan komt er een artiest voorbij en die wil je hebben, en dan kost het een veelvoud van die 10 of 15.000 meer. En dan denk je van, ja, het moet het toch hebben. Nee. Zie je, zeg maar, je zou nu zeggen dat artiesten, ze hebben natuurlijk jarenlang hebben ze moeten drijven op live spelen. Zie je ook dat er, is die online muziek, zeg maar, die online inkomsten, zie je daar ook al dat het eigenlijk de druk op de live gaasjes, dat het wat minder wordt, omdat ze ook meer online verdienen, of zie je die trend niet? Nee. Nee. De inkomsten uit de Spotify's en de YouTube's en zo, dat gaat allemaal wel omhoog. En dat wordt een steeds beter verdienmodel in de zin van de artiesten die een langere periode goede, loyale fanbasis hebben en veel plays hebben, die verdienen daar echt wel geld aan. Maar live muziek blijft toch de belangrijkste inkomstenbron voor artiesten. En ook al zou dat misschien nog wat meer omhoog gaan, dat betekent niet dat de gages voor live omlaag zullen gaan. Denk ik. Ik heb hier nog een vraag van een kijker. Van de programmering die in 2020 zou zijn gekomen, waar keek je het meest naar uit? Ik vond dat Michael Kiwanuka een hele goede plaat had gemaakt. Zou ik wel weer eens willen zien. Ik ben afgelopen jaar fan geworden van Evie de Visser. Echt fan geworden. Rex Orange County. Ja. Typhoon was ik heel benieuwd naar. Deze nieuwe... Murder Capital, een nieuwe band uit, volgens mij uit Ierland, heb ik al een keer gezien op Eurosonic, vond ik heel indrukwekkend. Dus dat is weer zo'n nieuwe band waarvan ik denk van, ja, daar gaan we wel wat van horen. Ja. En een beetje meer in de dancehoek, Caetranada vind ik heel leuk. Ja. Als je zeg maar nu, je gaf al aan van dat je uiteindelijk de meerdere, dat je in ieder geval de Nederlandse best gaat uitnodigen. Heb je ook het gevoel, ik bedoel je voor komend jaar, heb je ook het gevoel dat er, wat gaat dit doen met de muzikale output deze tijd? Zal het invloed hebben? Wordt het minder creatief? Want dat is weer stilstaan? Dat weet ik niet. Kijk, aan de ene kant hebben mensen veel meer tijd. En zou je zeggen van je hebt meer tijd om in de studio rond te brengen, door te brengen en dingen te maken. Aan de andere kant, de druk is er ook een beetje af. Hè? Dus ik weet het niet.
Joh, dat gaan we zien. Ik weet het echt niet. Ik denk dat een beetje. Er is ook. De ellende moet nog komen, zeg maar. Iedereen die hobbelt nu nog een beetje gemankeerd door. Hè. Je mag niet naar buiten, je mag niet dit. Maar niemand die echt daar dan nu grote problemen mee heeft. Althans hier in Nederland, denk ik. Amerika is natuurlijk wel een ander verhaal. Dus ja, het kan zijn dat die hele werkloosheidsgolf en dat weer allerlei creatieve geesten aan het werk zijn. Ik weet het niet. We gaan het zien. Ja. Wat doet deze tijd, afgezien van dat loonlijst nu niet doorgaat, daar hebben we het in het begin over gehad, wat doet deze tijd persoonlijk met jou? Dat je binnen moet blijven, dat nou, het gevaar van ziek worden, zeg maar, en wat doet het persoonlijk met je? Nou ja, wat mij het meest, waar ik het meest last van heb, is dat ik een heel sociaal dier ben en heel graag onder mensen ben en veel mensen ontmoet en met mensen interactie heb. En ik ben niet zo heel sociaal in de zin van dat ik altijd uitga of in die zin veel mensen, maar ik hou van werken. Ik werk de afgelopen 22 jaar bij Lowlands, dat ik hier zit, daarvoor ook al, denk ik toch wel eerder 60 dan 40 uur, omdat ik het leuk vind wat ik doe. En er kan nu een heleboel niet, of het is nu niet doelgericht. Dus daar heb ik echt wel moeite mee. Ik ga af en toe echt tegen het plafond. Ik maak me ook zorgen over alle mensen waarmee ik werk, die nu zonder inkomen zitten, over onszelf, of we er allemaal goed doorheen komen. Maar goed, ik denk dat komt ook wel weer goed. Maar het is natuurlijk een soort, de berusting is er nog niet echt. Ja. En die zal binnenkort wel komen, noodgedwongen. En ik ben ook wel allerlei nieuwe dingen aan het opschrijven en bedenken. En ik denk dat ik gewoon, ja, als ik zometeen echt even niks te doen heb, dat ik dan ook even niks ga doen. En dan valt er vanzelf wel wat in mijn hoofd. Maar ja, en in de tussentijd ben ik net als ik geloof 1 miljoen of 2 miljoen andere mensen in Nederland, ben ik broodjes aan het bakken. Ik kan heel goed zuurdesembrood bakken nu. Ik ben mijn tuin aan het bijwerken. Ik woon op een woonark en die moet nodig geschilderd worden aan de buitenkant. Dus ik denk dat ik ga schuren en zo. Ik ga wel dat soort dingen doen. Ja, is het nu ook meer een gevoel van kwetsbaarheid? Kwetsbaarheid in de zin persoonlijke kwetsbaarheid, maar ook kwetsbaarheid als in datgene wat je normaal als veilig en standaard ervaart, het werk en de zekerheid waar je in zit, dat het toch allemaal toch minder zeker is dan we eigenlijk dachten een jaar geleden? Ja, tegelijkertijd ben ik niet zo bang uitgevallen. Ik heb tot mijn, weet ik veel, tot mijn 30ste, 35ste, heb ik altijd een zeer pover bestaan geleid. En dan was ik super gelukkig. En nu al een tijdje gaat het voor de wind, zeg maar, economisch. Ja. Ook super gelukkig. En als ik zo meteen weer eventueel zo arm als een kerkrat ben, dan ben ik ook gelukkig. Ik ben wat dat betreft, dat maakt me denk ik niet zoveel uit. Het zal wel even wennen zijn, maar ik wil het ook niet onderschatten. Maar ik ben niet bang voor de toekomst of zo. Dat helemaal niet. Nee. Want ik heb mijn leven lang gewoon dingen gedaan die ik leuk vind. En dat ga ik nu ook weer doen. Ja, dat wat ik net al zei, van diezelfde mensen, die bestaan er nog steeds. En waarschijnlijk zitten we met z'n allen in dezelfde schuit. Er kan iets prima, iets goeds uit voortkomen, weet je wel. Dus dat daar ben ik niet zo heel erg bang voor. Dus ik ben een soort gelaten en ik wacht het af. En ik leef in het hier en nu zoveel mogelijk. En ik zal het ook niet ontkennen dat ik af en toe tegen het dak ga. Omdat ik gewoon te veel energie heb die ik niet kwijt kan. Oké. Dankjewel voor dit uur, Erik. Ja, graag gedaan. Vond leuk. Ik zou zeggen, nou, ik hoop dat het volgend jaar gewoon prima allemaal door kan gaan, Lowlands. En dat je in ieder geval snel weer met mooie nieuwe creatieve ideeën komt. En dan op Lowlands 2021.
Kijk eens. Erik, dankjewel. Graag gedaan. Tot snel weer. Kijk eens, volgende week zijn we met Behind the Music met Rine Scherzen van The Golden Earring. En morgen is iedereen live ook weer vanaf 14:00. Dus allemaal weer inschakelen en tot de volgende keer. Doei! Why waste any more time? Silly, silly, you like what we got going on. I can't take it. You keep leading me on. You're so evasive. But you never stay gone for long. You don't wanna ride, need to ride there. Why you acting like you don't care? Why you wasting my time? Chases half the fun, and I really hate it, but I can't make myself stop. Sorry to mislead you. I'm growing, I'm growing, I'm growing. I'm not here to feed you. Keep thinking that I'm stupid. I'm hot, you are human. Your bestie wants me naked. Yeah, he thinks that I'm the cutest. I'm mad, I'm affected. Howling at the moon. Mama said it's coming. Yeah, this must be 22. I'm in two different dimensions. I'm running out of juice. He said that he could eat me up. He wanna rendezvous.